Zoom. Yes. So. Nou. Wat een mooie omgeving. Ik was hier al heel lang niet meer geweest. Jawel. Maar niet met deze setting. Ik kom nu binnen en ik zie nu hoe leuk het uitziet op het toneel. Toch weer iets heel anders eigenlijk zo. Ja. En jullie bent hier al opgesteld. Ja, we dachten, we richten het een beetje in. Ja, ik weet niet, ik vond het wel een mooi idee om, zeg maar, gewoon in de rommel te gaan zitten, toch? Ja, we hebben een aantal uitzendingen. Stefano Keizers was ook, dus het is een soort rode draad dan in de hele serie. Ja. En de rode draad is volgens mij ook chaos een beetje en onverwachte wendingen, toch? Ja. Tot nu toe. Ja. Maar dit is die laatste alweer, toch? Klopt, ja. Dit is de seizoensafsluiter. Is er ook eentje geweest die heel soepel vanaf het begin af aan verliep? Want één heb je helemaal niet gedaan eigenlijk, hè? Die kwam niet opdagen. Klopt. En één, Stefano was altijd mooi, maar ook in een andermans rommel eigenlijk. Hè? Ja. En wij zouden om 1 uur beginnen, maar ik ben met mijn man naar het ziekenhuis gegaan omdat hij hartklachten had, wat nu mee blijkt te vallen, maar ze doen het heel zorgvuldig in het OVG. Dus daarom is het nu 4 uur, denk ik. Laat ze trouwens gaan zitten, dan kunnen we nog even. Ja. Dan verliezen we niks van het gesprek qua audio. En dan hebben we hier de goede apparatuur. Ja. Ik vind het meteen al, dit is meteen inhoudelijk al zo, zo boeiend. Ik denk van. Ben je er klaar voor? Of, ik ben er klaar voor. Maar ik denk, hij heeft toch ook geluid op de camera. Ja, maar niet zo goed. Oh. Ja, nee, klopt. Dat kunnen we wel gebruiken, maar nu... Ja, en je bent gewend toch allemaal op te trekken en te herstellen en alles. Ja, nee, klopt, ja. Maar nee, elke aflevering heeft zijn eigen complicaties. Maar niettemin, de gesprekken gaan steeds goed. Daar vertrouw ik ook blind op. Ja. Want het enige wat je moet doen voor een open gesprek is open zijn. Ja, precies. Je leegmaken. Ja. En niet iets, voor, ja, niet iets voornemen. Dat is en wel... geen oortje hebben die zegt afronden. Ja. Of dit beginnen. Klopt niet. Ja, beginnen. Of die vraag hadden we niet afgesproken. Ja, inderdaad. Daar hou je niet van. Nee, precies. Nee, nou ja, ik weet niet. Ik ook niet. Ik weet niet. Het is gewoon meer zo dat... Dat is gewoon, dat zit niet in mijn aard om dat op die manier aan te vliegen. Dat is denk ik meer. Ik hou er niet van om daarnaar te kijken. Ik hou ook niet van om zo te werken. Maar het is niet een waardeoordeel. Ik, mensen die zo wel willen werken, ja, mogen voor mij net zo goed zo werken. Ja. Want waarom heb ik nou 2 glazen? Is daar een verschil tussen? Nee, er is geen verschil tussen. Ja, dat heeft Gijs neergezet. Ik denk, voor als de ene leeg is, dat je nog die andere hebt. Ik zou de ene prik hebben. Ik denk dat deze waren voor van tevoren. En deze was meer voor op beeld. Maar ik heb ze wel allemaal laten staan. Want ik denk van water kun je niet meer. Ja, het is hetzelfde water. Ja. Dus, maar was wel schrikker of niet om naar de hals of de kop naar het ziekenhuis te gaan? Ja, dat altijd omdat wij... Wij zijn bijna 50 jaar bij elkaar. En, en ook qua liefde eigenlijk 50 jaar. En eigenlijk zijn nooit het ziekenhuis geweest. Ik 5 jaar geleden voor het eerst met hartproblemen, dat ik kortademig was. En Dammy helemaal niet eigenlijk. Ja, nu dan, omdat hij wat... wat spanning voelde in zijn borst. Niet echt zo als je altijd hoort aan het begin van een hartaanval, maar wel spanning. Dus de huisarts die verwees hem door naar het OVG. En daar doen ze het heel zorgvuldig onderzoek. En ik haal de herinneringen meteen op, terwijl ik natuurlijk wel bij Dammy was, van 5 jaar geleden. En ik was, bent haast van plan. Om even rond te lopen als een soort reunie, om te kijken of diezelfde verplegers er nog werken. En omdat ze je zo goed hebben opgevangen 5 jaar geleden. Ik heb er ook wel eens in de voorstelling over gehad, dat het voor mij een soort vakantie was die week. Want die mensen zijn allemaal zo lief en zo zorgvuldig. En je wordt echt in de watten gelegd. Letterlijk. Ja, maar ook dat je ook
bij de lunch al het diner in mag vullen. Dus à la carte. Dus wat je allemaal kan. Haricot vert of allemaal lekkere gerechten eigenlijk. Dus dan verheug je daar alweer op. En dus ik had een hele leuke tijd. En mijn broer Tom, die heeft wel een hartaanval gehad. Ik heb geen hartaanval gehad. Ik was kortademig. En ik ben wel gedotterd ook in die tijd. Maar mijn broer Tom, die had wel een hartaanval gehad. En die had hetzelfde ook in het ziekenhuis. Dat het eten zo lekker was. Terwijl de meeste mensen klagen over het eten. Terwijl zijn vrouw heel goed kan koken van Tom. En Dammy kan ook goed koken. Maar het is ook dat je dankbaar bent. Ja, dat klinkt heel heel dominee-achtig. Dat je dankbaar bent dat je zo goed verzorgd wordt eigenlijk. En dat je mag blijven liggen. Op een gegeven moment wil je wel weg. Maar elke lichtdag is geloof ik 7000 euro. Ja, klopt. Dus je haalt die verzekering er ook uit. Dus dat speelt ook een rol. Maar ook dat je verwend wordt. Dus, ja. En ook met dat je in een tunnel gaat, de foto van je hart die gemaakt wordt. En dan ga je in zo'n, hoe heet dat? Ik weet niet hoe dat heet. Ja, ik ken het van films, maar ik weet niet hoe het heet. Het is heel bekend. En ik weet normaal wel hoe het heet. Weet jij hoe het heet? MRI. Ja. Ja, MRI, ja. Ja, een soort kopieermachine, scanner voor lichamen. Ja, en dat was als ik op televisie zag, dan dacht ik van, jezus, ik heb een beetje last van claustrofobie. Je zal daar toch in geschoven worden, eigenlijk. En op het moment dat het gebeurde, dat je erin geschoven wordt, dan ga je toch ook weer positief denken. Dus het eerste wat me opviel, dat je niet afgesloten is bij je hoofd. Oh ja. Dus dat je er altijd zo uit kan. Dus dat vond ik al heel fijn. En daarna dacht ik moet gewoon net doen alsof het een nachttrein is. Want daar hou ik van de nachttreinen. Ja. En dan moet je ook gewoon neerleggen bij wat je overkomt eigenlijk. Dan moet je ook niet gaan denken aan de beelden van nachttreinen die in een ravijn gaan. Maar dan moet je denken, nou het zal wel. Ja. Dus dat had ik toen ook. Ja, dus het was toch een soort wonderlijke, vreugdevolle ervaring al met al. Ja. En dat zou ik ken het heel erg. Want toen mijn vader is overleden en in die periode dat wij veel in het ziekenhuis waren in dat laatste jaar, had ik precies dezelfde gedachte. Toen dacht ik van, wat is iedereen eigenlijk veel aan het klagen over dit soort plekken? Ja. Terwijl ik zelf heel verwonderlijk rondliep en heel dankbaar en liefdevol. En ik was toch vooral verbaasd over hoe veel goed er gaat. Nou, en nu ook eigenlijk de mensen vandaag, die waren allemaal zo vriendelijk en zo vol geduld. En, want het zijn vier mensen. Eerst word je, het was ook stil eigenlijk in het OVG. Wat dus eigenlijk ook wel positief is, dat er weinig hartproblemen zijn. En voor ons weer heel gunstig dat je gewoon, dat ze de tijd voor je nemen. Dus met inchecken, dat ging allemaal heel soepel. En daarna kwam er een verpleegster, of ook een arts geloof ik, die een scan ging maken en zo. En daarna weer een hartchirurg in opleiding. Een hele aardige vrouw ook. Eerst met een mondkapje op en later zonder. En dan denk je, oh, wat een schat van een meisje. Ja. Ook nog, ja, heel jong. En daarna kregen we thee ook meteen. En moest ik ook herinneren aan mijn eigen ziekenhuisopname. Dat je dan altijd zo blij was als je het karretje langs hoorde gaan. Het is een beetje hetzelfde effect in de trein als je het cateringkarretje hoort. Of een vliegtuig misschien. Of een vliegtuig. Ja, mijn vliegtuig hou ik niet zo van. Je gaat heel langzaam met vliegtuigen. We hebben heel veel treinreizen gemaakt. Met hele mooie treinen. Ook in Spanje kun je dan warm eten. We hadden ook een keer een hele luxe plaats. Hele mooie plaats, een Club Duo, dus met tafeltje. En dan denk je, oh, ik hoor het geluid van het karretje. Het was op een zaterdag. Ik hoor het geluid van het karretje. Want dat maakt een heel speciaal geluid. Zo'n cateringkarretje wat door de trein gaat. Ja. En het kwam er niet en het kwam er niet. En toen ging ik nog eens nakijken en toen bleek dat hij op zaterdag niet reed. Dat er geen catering was op zaterdag. Dus dat is dan een teleurstelling ook. Maar dan heb je weer genoeg beelden nu
Want het is ook zomergeesten, dus je moet fragmenten laten zien. Ja, klopt, ja. Dus je kunt de nachttrein laten zien. Je kunt de fragmenten van de trein laten zien, ja. En de, van de Orient Express, ja. Van Agatha Christie, wat heel mooi is. Maar je hebt hele mooie nachttreinen ook, hoor. En ze komen helemaal weer terug, daarom is dit ook wel actueel. Ze zijn 10 jaar geleden ongeveer eruit gegooid. En toen ben ik nog mee geweest met de European Night Express. Dat was een hele speciale trein, de langste nachttrein ooit. En die reed van Amsterdam naar Bratislava. Want daar, de Europese Unie, van Nederland ging de leiding over naar Bratislava, van Den Haag naar Bratislava. Dus die trein ging. En het waren ook bevlogen treinliefhebbers. En die hebben die trein, samen met de treinreiswinkel, hebben ze die trein geregeld. Daar heb ik zelf nog opnames van ook. Van die treinreis. European Night Express. Dus jullie zijn echt van die treinromantici eigenlijk. Ja, die nachttrein is echt zo mooi. En daar hadden ze ook een rijtuig van de Bali. Ree mee, een discussierijtuig. En van de AI, een filmrijtuig, reed mee. Dus echt hele mooie rijtuigen. Een disco-rijtuig mee. En heel veel couchettes en slaapwagens. En restaurantrijtuigen ook. 2 restaurantrijtuigen. Het was echt zo mooi. Het was alleen voor de dorpelingen waar de trein, voor de dorpen, voor de inwoners van de dorpen waar de trein doorheen ging, was het minder leuk, want al die ramen waren beneden, ook in het disco-rijtuig, en de Nederlanders waren echt bam, 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 echt enorm aan het beuken en aan het dreunen, dus dat verstoorde waarschijnlijk wel de stilte in de mooie dorpjes eigenlijk. Ja. Nee, heb je een fragment van de trein waar je aan moet denken, wat we meteen even op kunnen zetten? Nou, de treinreis die Damje en ik gemaakt hebben, dan zie je Damje ook meteen we hebben een treinreis gemaakt van Amsterdam naar Malaga, met de Thalys en daarna met de Talgo-trein naar Barcelona en daarna Barcelona-Malaga. Een directe hoge snelheid zijn, ook prachtig door het Spaanse landschap. En een trein hebben we ook, die kun je ook laten zien, van Amsterdam naar Venetië. En een stukje van het begin of ergens specifiek? Mooi is met die treinreis, is het begin de verwachting die je hebt van de treinreis eigenlijk. Dat is altijd leuk. De voorpret, dat is ontzettend leuk. Want in de voorpret regent het niet en is het niet al te heet. Maar ben je nog helemaal totaal aan het genieten. En het mooie is de aankomst in Venetië. Als je dan tussen 2 lagunes zo aankomt en als je dan het station uitloopt en je zit meteen Venetië. Wij zijn eigenlijk op latere leeftijd pas naar Venetië gegaan. Ik dacht altijd, het is kitsch en daar wil ik niet mee geconfronteerd worden. Maar als je dan eenmaal bent, dan besef je dat je het als kitsch op kan vangen. Als je het gaat bekijken via de blik van de toeristen. Maar als je dat elimineert, eigenlijk al die toeristen in je hoofd, dan zie je de imponerende schoonheid. En dan, dus het is ook een training om je eigen visie vast te houden. Ja. En je niet te laten afleiden door de toeristen. En dan is het zo prachtig. Dus we gaan elk jaar de ene keer ook naar de biennale, de kunstbiennale. En dan een ander jaar naar de architectuurbiennale. Ook om een reden te hebben om er naar toe te gaan. Ja. Maar dat is dus heel mooi als je dat is ook echt aan te bevelen voor mensen als ze met de trein willen. En dan moet je Interrail nemen. Hè. Dat heb ik ook wel duidelijk gemaakt, ook in de trein van Amsterdam naar Malaga. Want met Interrail kun je voor 4 dagen of 5 dagen of 2 maanden of 3 maanden nemen. En dan hoef je alleen maar de reservering te doen en die kan je thuis doen. Dat je wordt je eigen reisbureau eigenlijk. En de reservering in Italiaanse treinen, dat is €12, geloof ik. En in de Franse treinen €10. En bij de Franse treinen krijg je de reservering terug als je annuleert. Wat we heel vaak doen ook. Dat je
Want dan heb je het al een beetje, heb je de reis gemaakt. Je hebt, want nu zouden we ook weer naar Venetië gaan. Maar het is nu zo druk met asfalt en zoveel spanning. Nou, je ziet wat er allemaal nog moet gebeuren in een paar weken. Dus dan ga ik het annuleren, dus hotels annuleren. Nou, dan je hebt zo een paar duizend euro terug op je rekening. Ja, dat is leuk. Ja. En je moet altijd bij boeken.com doe ik ook altijd annuleermogelijkheid eigenlijk. Dat je... Dus bekijk je wel de ziekenhuiswereld als de boeken.com wereld bekijk je heel positief. Ja. Dat vind ik heel... Ja, ik ben heel blij met boeken.com. Want ook toen de... Er is best wel veel kritiek op, toch? Dat ze op de rij. Ja, dat wel. Maar ja, goed, er was ook kritiek op Frank Sinatra. Ja. Ja, je moet je niks van aantrekken eigenlijk. Want ze hebben me een keer geholpen toen er enorme sneeuw was en de Thalys niet reed. Want als het te warm is, rijden de treinen niet. En als het sneeuwt, rijden de treinen ook niet. En we hadden wel hotels gereserveerd in Parijs. We zouden naar de opera gaan in Parijs. Allemaal hele dure kaarten. En de operakaarten kregen we niet terug. En boeken.com had ik toen niet met annuleringsmogelijkheid. Het hotel in Parijs had ik niet met annuleringsmogelijkheid gedaan. Toen heb ik boeken.com gebeld. Ja, door overmacht kunnen we niet gaan. En toen heb ik boeken.com naar het hotel gebeld of het geld teruggestort kon worden. En die mensen, boeken.com heeft natuurlijk is heel machtig. Ja. Dus die hotelbaas, die heeft het teruggestort. Die stond op zijn knikkende knietjes, is hij gezwicht voor dat grote... Nou, en als je bij één organisatie boekt, dan heb je ook het overzicht meteen. Dan, ik vind het heel grappig idee dat het me opvalt, omdat ik zelf dus ook heel erg zo kijk naar... Boeken.com levert gewoon heel goed de dienst die je wil. En blijkbaar willen heel veel mensen die dienst. Ja. En daarom wordt dat bedrijf zo groot. En het is altijd te maf om dan... vanuit een soort principieel kader of een moralistisch kader daarop te zeiken. Zo van, bijvoorbeeld toen het gered moest worden in de coronatijd, toen werden mensen daar een beetje boos van. Ja. En toen dacht ik van maar je moet maar eens bedenken hoe ontzettend goed zij de dienst leveren die je ook echt van ze wil. Ja. Dat vind ik altijd heel grappig aan. Net als dat je net vertelde vanuit een soort enthousiasme over het ziekenhuis. Oké, ik denk van we zijn dus dat van behoeftige wezens die al die dingetjes nodig hebben. En juist zo'n bedrijf levert dat mooi. Nou, een heel alert ook. Hè. Ze hebben ook heel veel informatie uit over het hotel en over de bezoeken en zo. Ja, en, metadata, scores, cijfers, fotootjes. En een Nederlands bedrijf is het toch ook? Ja, ik weet het niet. Is dat zo? Het is een Nederlands bedrijf. Laten we eens kijken naar het fragment. Het is mijn taak als presentator vandaag om het ook om het, ja, om het tempo er lekker in te houden. Te zien. Waar zijn we nu dan? We zijn tussen Basel, we zijn in Zwitserland. En we rijden tussen Basel en Olten. Op weg naar Luzern en tot Bernzona, daar gaan we naartoe. Oh ja, daar blijven we slapen. Ja, en we rijden nu dwars door Zwitserland. We zijn net een beetje van de noordkant afgekeken. We hadden net even de Rijn naast ons, maar nu zijn we op weg naar... Oh, ze komen aan Olten aan. Olten. Veel meisjes erin. En uiteindelijk zijn we op weg naar Venetië. Ja, uiteindelijk gaan we naar Venetië. Sorry, we zijn zojuist in Olten aangekomen. Deze zoek gaat verder naar Luzern, aan Goldau, Lugano. Zullen we even naar dat moment scrollen? Ja, normaal zou een regisseur zeggen, nou, hier moet je eruit. Maar ik denk, neem de tijd en geniet van de momenten. Kijk, wat een mooie trein. En wat een rust. Kijk, zit je met z'n tweeën in een hele lege coupé. Kijk, ze hebben wat een ruimte. Met een fijne schilderij ook daar. Ja, ik denk...
dat de, vroeger bij de VPRO vonden ze, kijk wat een tafeltje, een leuk tafeltje. Dat is iets voor thuis ook, dat je gewoon dat je een extra tafeltje hebt. Kijk, dan kan je zo omdraaien. En dan heb je dus hier een tafeltje en daar een tafeltje. Voor de prijs van één. En dat, daar kan je het ook. Wat heerlijk. Ja, een soort slotie. En enthousiasme. Ja, maar dat is het gemene eigenlijk. Dat slot-TV genoemd wordt. Terwijl dat eigenlijk de echte tv hoort te zijn. Dat je de tijd neemt en dat je niet bang bent voor een lang... Kijk, ik doe heel lang gewoon filmen vanuit de coupé. Eigenlijk in die auto. Dat je even gelijk opgaat met die auto. Dat vind ik leuk. En dan hier ook weer. Dat is echte mensentelevisie. En het wordt verward eigenlijk. Het wordt verward de mensen denken altijd dat je heel snel moet schakelen. En dat het tempo moet hebben. En het moet nu snel naar een fragment. Vooral bij Op 1 zie je dat heel erg. En ook ongeïnteresseerd. Misschien moet ik dat ook wel eens laten zien. Ik zag laatst een gesprek in Op 1 met de schrijfster. Was niet Helene van Rooyen. Maar daar kom ik er nog wel op. En dan zag je gewoon de totale ongeïnteresseerdheid van de twee interviewers met de schrijver. Dus echt zo van, vind je het eigenlijk nog steeds leuk om te schrijven? Dus als ik jou zou interviewen, vind je het nog steeds leuk? En wat is nou eigenlijk het mooiste moment om te schrijven? Wanneer begin je met schrijven? En dat soort vragen. En als je één bestseller hebt, is dat niet moeilijk om aan een tweede boek te beginnen? Ja. Zo. En het ging maar door, dat je dacht van, ik wou dat die vrouw wegliep op een gegeven moment. Zou je zonder het schrijven kunnen? Of is het dan een soort van amputatie waardoor je niet meer compleet bent? Ben je echt gelukkiger op een dag als je hebt geschreven dan wanneer? Ja. Maar waarom doe je het dan niet elke dag? Je wil niet elke dag helderheid. En je wil niet altijd helderheid. Nee, dat is ook zo. Ja. Je wil niet altijd helderheid. En dat krijgen ze natuurlijk ook door het oortje van een paar interessante vragen stellen. Van, en hoe doe je het eigenlijk? Want je bent vrouw. Hoe doe je het eigenlijk in verband met het gezin. Op welk moment kun je vrij schrijven? En dan gaan we door. En dan hoor je gewoon dat het oortje nu afronden. En dan, nou, ik vond het wat fijn. En succes met het verdere boek. En dan gaan we weer naar de Oekraïne. Of Oekraïne. Maar de totale ongeïnteresseerdheid. Omdat ze denken bij de televisie dat net alles tempo moet hebben. Maar het gaat om de interesse. Die dat zie je daar ook bij vroeger het programma van Wim Brands, boeken. Yeah. Wim Brands helaas overleden is, maar die had het programma boeken. Nou, simpeler kan het niet, zoals wij tegenover elkaar zitten. En hij heeft dat boek dan heel goed gelezen en kan daarover praten. En dan ben je, elke zondag was het programma, zit je een half uur geboeid te luisteren. Of een uur, twee gesprekken had hij, twee gesprekken van een half uur. En dat vinden ze dan op een gegeven moment bij de VPRO en bij de NPO kut. Want er zit geen beweging in. Ja. Er zit helemaal geen instarts in. We hebben het hele archief. Waarom hebben we nou een programma zonder instarts? Want dat is echt de waanzin van de televisie van nu. Dat we altijd met instarts moeten werken. En dan ken je het Brommer op Zee, wat een volslagen belachelijk decor heeft. En ook een belachelijk tweegesprek. Met de twee presentatoren eigenlijk. En het is allemaal geconstrueerd. Nou, dat is inderdaad ook wel bij zomergasten. Maar ja, daar zullen we het niet over hebben. Maar dat geconstrueerde, dat is weerzinwekkend bij de Nederlandse televisie eigenlijk. Ja, het is helemaal dichtgetimmerd, hè? De spontaniteit. Ja. Je hebt toch veel gewerkt voor de televisie, toch? Dus jij weet ook achter de schermen en van binnenuit heel goed hoe dat was, hoe dat is veranderd, hoe dat is. Had je vroeger meer artistieke vrijheid in de jaren 80 en 90 bijvoorbeeld? Jawel, totale vrijheid. Het leuke is van nu is de techniek dat ik het zelf kan doen eigenlijk met Dami en Mark. En dat je het gewoon, dat is het fijne. Maar vroeger, toen ik 17 was, toen ben ik bij Mignon gekomen en
En toen ik 21 was, had ik mijn eigen programma met Jan en Nico Haasbroek bij de VPRO. En die VPRO die liet ons helemaal vrij. En later heb ik met Dammy dus een jaar of 10 programma's gemaakt voor de VPRO. En ja, ze keken zelfs niet eens. Ze keken ook nooit naar de programma's van Wim Schippers, de hoofdredacteur. Pas als er problemen waren, dan gingen ze kijken. Want dat was het punt bij de VPRO van vroeger. Die hielden ook helemaal niet van kijkers. Die hielden van lezers. Dat waren NRC-journalisten. Die, dat was in de jaren 60, 70, keek de elite, de wat hoogstaande Nederlanders, die keken neer op televisie. Dat was zo ordinair. Radio. En dat is toch een beetje, toch? Dat kon er nog mee door. Ja, het is nog wel een beetje, maar nou wel minder. Je merkt nu wel aan Zomergasten dat door alle journalisten heel serieus genomen wordt. Ja. En, je zei eigenlijk precies de binnenste buitenkering daarvan dus. Ja. Want nu is het uitgeholde tv, maar mensen hebben het gevoel dat er prestige aan ontleend wordt door het te kijken. Ja. Terwijl dat vroeger andersom was. Vroeger keek iedereen erop neer. Maar, was je wel artistiek vrij. Ja, nu moet je wel de volgende dag zeggen, op maandag, was wel interessant, hè, Zomergasten. Dus nu moet iedereen meedoen in het toneelstuk. Dus nu is het helemaal dicht geproduceerd. Ja. Maar iedereen doet mee aan dat nieuwe Kleren van de Keizer-achtige toneelstuk. Dat we het allemaal hebben gekeken en heel boeiend vonden. Zelfs de highbrow mensen. Terwijl het allemaal gepasseerd station is. Terwijl de echte vrijheid is gewoon hier in zo'n filmpje. Dat je eigen TGV-ervaring filmt. En je interesse volledig in zo'n opklapstoeltje stopt. Ja. Toch? Zo'n heel interessant, zo'n bankje. Ja, en de details. Ik had vroeger bij de VPRO ook de vingercamera. Ja, ik weet dus het nog. Dus dan kon je ook gewoon een detail belichten. Ja. En toen ik bij de VPRO met Dammy begon weer, dus dat was in de eind jaren 70, toen hadden ze geen geld voor cameraploeg. Dus toen ben ik met Video 8 begonnen, want ik dacht ik wil gewoon zelf filmen. Dus toen ben ik ook toen we in Maarsen woonden, in de tuin konijntjes gaan filmen en dat ook uitzenden. En egeltjes, een egelnestje en ook een vogel. Dus ik had ook allemaal camera's op een vogelnestje en dan zie je, en dat was in de jaren 70, dus toen waren we eigenlijk al bezig met dat soort, toch een beetje met podcast, eigenlijk televisie. Ja. We deden precies waar we zin in hadden eigenlijk. En de VPRO die vond dat prima, Roelof Kiers, die op een gegeven moment was er daar ook weer een machtswisseling. En dat heb je altijd bij omroepen. Dan wilden ze weer een andere sfeer creëren. Dus er moeten een aantal mensen weer uit. Ik vind het altijd nog dood zonder dat Wim Schippers helemaal geen programma's meer. Ja. Dat hij gewoon ineens uitgekotst is. Ook met Ron Flon Flon, wat weer een totaal vernieuwend radioprogramma was. En dat houdt dan ook ineens op. En dan moet het allemaal, de zendermanager, die wil dan toch horizontale programmering. En dan kan Ron Flon Flon, dat kan daar niet in. Dus het is zo jammer dat de publieke omroep en de commerciële omroep, dat ze nauwelijks vanuit het individu denken, maar altijd vanuit kijkcijfers en vanuit constructies en nooit denken van wie zou nou, welke kunstenaar, wat Wim eigenlijk was, Wim de Schippers, welke kunstenaar zou nou heden ten dagen een revolutionair televisieprogramma kunnen maken? Daar denken ze helemaal niet aan. Ja. Dus wat hij heeft gemaakt, dat zie ik wel als avant-gardistische televisie van vroeger. En maar avant-garde is ook altijd vaak maar een bepaalde fase, toch? Net als dat je, in het theater in Nederland heb je ook die periode gehad, dus in de jaren 60 en 70 en 80, dat de Nederlandse theaterwereld beroemd was vanwege dat avant-gardistische. En dat vervliegt op een gegeven moment ook weer. Of zoals, zoals je dan in de jaren 90 in één keer die Deense cinema hebt of zo. Dat is altijd van die periodes, toch? Jawel, dat is wel. Maar je moet als omroep niet uit zijn op hoge kijkdichtheid of op stromingen, maar op individuen die zin hebben om afwijkende televisie te maken. En denk je dat die manier van tv maken ook gebaat is geweest bij zo'n management wat gewoon eigenlijk helemaal geen zin heeft om te checken wat je maakt? Dat dat daarmee,
Denk je dat dat de reden is dat je, die, dat je zo vrij... Ja, ja, tuurlijk, want toen, nog voor de machtsovername bij de VPRO, was de VPRO een omroep van dominees. En de dominees, die waren toen al wel ruimdenkend, maar ze keken geen televisie. Ja. Dus ze wisten ook helemaal niet wat er ging gebeuren. En toen heeft onder leiding van Toon Hazebos is er een omslag gekomen met Jan Blokker en Roelof Kiers, voornamelijk Jan Blokker. En toen zijn de dominees eruit gegooid op een ledenvergadering, op een onverwachte manier. Ze wisten van niks. En toen werd de VPRO, was niet meer vrijzinnige protestantse radioomroep, maar VPRO, de letters die zeiden niks meer. Het was, de puntjes gingen ook weg uit de VPRO. En toen hebben ze nog wel, nou, Jan Blokker was natuurlijk wel heel erg voor de informatie. En toen heb je ook wel prachtige programma's gehad als het gaat van Nederland en Diogenes en hele goede informatieve programma's op de zondagavond. Maar dat moest toen ook weer weg, de zondagavond. Toen moesten ze met de VARA samen gaan en daarna moesten ze weer apart. Het is allemaal eigenlijk al, ik denk, 20 jaar totale chaos in Hilversum. Ja. En nu heb je dan weer... Eigenlijk sinds die netmanagers en coördinatoren, toch? Ja, maar ook de ruimdenkendheid. En de omroep was een zo'n rechtse NPO met Wakker Nederland, hè, WLO van de Telegraaf. Pound was ook van de Telegraaf. Nou, de Tros, dat was ook al een rechtse omroep, ook om het rechtse element. De AVRO is van nature ook rechts, ook eigenlijk VVD. Alleen de VARA en de VPRO, ja, de VPRO was er eigenlijk neutraal. En de VARA is eigenlijk de enige linkse omroep. Maar KRO, NCV, is eigenlijk ook behoudend, want ze hangen aan het geloof. Dus eigenlijk is het al een heel rechts-conservatief bolwerk, de hele publieke omroep. Ja, en de laatste, eigenlijk sinds die laatste 10, 20 jaar verleg jij jouw werk ook hoofdzakelijk naar online, toch? En hier in, gewoon in dit, met die asfaltcomplex. Ja, dat je gewoon, ik vind het altijd leuk om mijn eigen gang te gaan. Ja. En met Dami samen. Kun je daar eens over vertellen hoe die verschuiving heeft plaatsgevonden? Hoe je eigenlijk van, na al die jaren of decennia overlappende televisiecarrière, hoe je langzaam je accenten verlegt naar dat je het zelf online bent gaan doen? Nou, het is de mogelijkheid die je hebt natuurlijk, ook de technische mogelijkheid, maar ook de sfeer binnen de omroep. We hebben dus heel lang bij de VPRO gewerkt. Op een gegeven moment ging Roelof Kiers dood en kwam er een andere leiding. En die wilde toch dat we wat meer contact zochten met mensen van de VPRO. En er was ook altijd wel een beetje jaloezie binnen de VPRO. Want Coat & Bee, die hadden hele hoge kijkdichtheid. Die waren freelance. En Dami en ik waren altijd freelance. We waren nooit in vaste dienst geweest. En we hadden ook hoge kijkdichtheid. Wim Schippers had natuurlijk enorme hoge kijkdichtheid. En de mensen van de VPRO zelf, die hadden allemaal lage kijkdichtheid. Dus er was wel een soort jaloezie. Jaloezie naar de freelancers. Ja. En toen op een gegeven moment, toen voelde ik wel dat ze er helemaal mee wilden stoppen met ons eigenlijk. En toen stelde ik voor dat we een heel seizoen 40 uitzendingen wilden eigenlijk. En toen zeiden we bij de VPRO, dat kan niet. Toen zei ik, nou dan stoppen we ermee. Toen konden we nog op het laatste moment de eer aan onszelf houden. Dus jullie konden zeg maar all in gaan op de pokertafel, zeg maar. Ja. Ja, en toen kwam daarna de Volkskrant die vroeg of ik Grendert wilde doen op YouTube. Maar toen deed ik al wel Grendert op YouTube eigenlijk. Toen hebben we langzamerhand YouTube ontdekt. En toen bij de coronacrisis, de eerste coronacrisis, toen heeft Mark van Vliet bij ons werkt. Die heeft ervoor gezorgd dat we gewoon live konden uitzenden. Toen zijn we met Troost TV begonnen. Eerst nog bij de Wereld Draait Door met Troost TV. En later gewoon onafhankelijk voor YouTube. En het leuke is dan met die FaceTime gesprekken, dat je dan verbinding hebt met Nederlanders over de hele wereld. En dat we in de coronacrisis in hetzelfde schuitje zaten over de hele wereld. En dat voelde je ook. En de publieke omroep liet het helemaal liggen. Die begonnen met herhalingen. Ik had wel gezegd dat het leuk is herhalingen, ook tegen Jules Rijksman. Maar ik wilde eigenlijk dat ze een hele zender vrij maakten. Maar er kwam alleen maar, wat je nog steeds hebt. Het was Zonnetje, nou niet Zonnetje in huis, maar zeggen ze A en dat soort dingen. Oh, echt? Ja, dat wordt nu allemaal op Nederland 2 herhaald. Ja, de bedoeling was... Zeg eens A. Ja.
Zeg eens. In de jaren 80, toch? Ja. En er was al een nostalgie-centrum, dus het is onzin om dat... Terwijl jullie zelf eigenlijk alles in eigen beheer kunnen produceren, dus ze zouden dat heel goedkoop kunnen aankopen, of tegen een soort van dealtje van, nou, als het succesvol wordt dan... Of ja, dat is eigenlijk voor een heel laag risico. Ja. En toch durven ze dat niet aan dan... Nee, we hebben wel... TroCV is voor 2 jaar geleden nog wel uitgezonden. Vorig jaar zomer. De 4 uitzendingen. Ja. Ook toen vonden ze het wel leuk om dat te doen. Toen hebben ze het... Nou, vroeger €3000 voor de hele uitzending eigenlijk. Dus dat is niks. Ik bedoel, dat wordt niet eens aan een presentator. Een presentator krijgt al meer eigenlijk. Ja, maar wij leveren het helemaal... Dus helemaal technisch compleet in... En dat kon ook gewoon via wifi kon het gewoon doorgestraald worden naar Hilversum. Maar dat vonden ze te riskant. Dus er kwam wel een straalzender hiervoor op de Postzegelmarkt. Toen het nog Postzegelmarkt heette, nu het Postzegelpark. Er moest wel een straalzender komen die veel duurder was volgens mij dan de hele uitzending kostte. Maar toen... En dat had wel 100.000 kijkers, maar dat vonden ze toen toch te weinig. En als het te goedkoop is, dan denken ze misschien ook meteen dat het niet goed is of zo. Ja. Dus het, maar ik hoop altijd nog wel dat of SBS6 of RTL denkt van wat een leuk programma maken. Jullie zijn aangekomen, zie ik inmiddels. Oh ja. En je kan wel iets van Wim Schippers laten zien. Dat vind ik ook wel leuk. Het verzinnen van de shows begint eind 1971 met de Fred Haché Show, waarin Barend Servet nog de rol van assistent heeft. Het programma leent ingrediënten uit de amusementshows van die tijd. De gastheer komt op, een stem kondigt de programmaonderdelen aan. Maar helemaal zoals het hoort, is het niet. Het vond ik altijd heel leuk dat de dingen mislukken of slecht gaan. Ik had de indruk, heren, dat u het meeste boos was over de artikelen van de heer Boltini. Of is dat weer... Nee, meneer Boltini is boos over de artikelen van mij. Of van mij. Ik heb ze niet geschreven. Maar nou, ik kan helemaal niet zeggen dat ik er boos over ben. Maar wij konden het eigenlijk niet goed ook, maar dat gaf wel interessante beelden. Daardoor kregen we steeds meer lol om dingen verkeerd te doen. Want in de script stond wel dat die Maarten Servet, het was een soort huiskamerachtig gedeelte. En daarbuiten was een showgedeelte, als je uit het raam keek. Barend Servet die kondigde dan een Engels zangeresje aan. Tina Charles, even kijken. Ja, daar staat ze al. En die ging al zingen. En vervolgens ging hij weer naar binnen. En daar zat Haché. En die begon een ander onder terwijl ze aan het zingen was. Over deze vraag gaat nu... Ogenblik, heer. Moment. Ogenblik, moet je zeggen. Die rot herrie. Hey god, die herrie. En dan deed hij het raam dicht gewoon. Maar die zangeres gaat zingen. Zeiden we, dat kan je toch niet doen? Die moet toch eerst dat... Jullie werken al heel lang samen, toch? Jij en, ja. Wim de Schippers. Ja. Ook al vanaf helemaal het begin. Nou, 46 jaar geleden zijn we met Bert Sesamstraat begonnen. Oh ja. Met Bert en Ernie. En daarvoor... maar ik kende Wim ook al wel daarvoor. Ja. En deed ik. En ze hebben ook samen aan een beetje Collegol meegedaan. Dat was toen ook een kinderprogramma. Oh ja. Met Poolse poppen en Janine van Elzakker. Die was de stem van Beetje Collegol. Ik ben Beetje Collegol. Ja, Beetje dat kan zingen, geloof ik. Ik ben Beetje Collegol. Beetje dat kan zingen. Tralladore mi fa so. Dans erbij, het is te dol. Ik beleef zoveel. Lachen, huilen, leren, spelen. Met mijn fluitenflauw. Blaas ik elk verhaaltje uit. Tweet, 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 tweet. Ja. Later zijn de kinderen neuken. Ik neuk alle beren vol, geloof ik. En ik was dat toen 12. Ik kind was. Maar toen jij dat kind was. Dat ken ik van toen ik kind was. Ja. Oh ja, wat leuk. Ja. Met Raaf 12. Ik speelde Raaf 12. En de directeur. En meneer Cibou. Dat vond ik ook wel leuk. Meneer Cibou speelde ik ook. Die was astronaut. Nee, ja. Geen astronaut. Die zat altijd naar de sterren te kijken, meneer Cibou. Ja, je gaat het allemaal heel snel doen eigenlijk. En met Beetje Collegol zaten we met een aantal, met een stuk of 10 stemacteurs in de
in de ambachtsschool, zoals het vroeger nog was, de televisie. En nu doe je haast per zin de nazi-organisatie. Maar toen moest het in één keer, in een kwartier. Dus de band werd gestart. En we zaten dan met z'n tienen, zeg maar, om de tafel met de tekst. En als iemand in de 14e minuut een fout maakte, moest alles over weer. Oh, echt? Ja. Dat moest het was heel, heel spannend. Ja. En je hoorde ook geluiden, verkeersgeluiden ook zo. En later met Sesamstraat ging het allemaal veel makkelijker. En Ton Hazebos, die dus een beetje Colocol regisseerde, die vroeg aan mij ook of ik Grover wilde spelen. Oh, ja. En Wim zou dan Ernie doen en hij wilde zelf Bert doen. Maar ik had al een proefprogramma gezien van Bert en Ernie en ik vond het zo leuk. En voor het eerst dat Wim en ik ook, maar überhaupt van onze generatie, geconfronteerd werden met geestige poppen. Ja. Wij zijn gewend met Dappere Dodo, dus poppen die helemaal niet kunnen bewegen, houten poppen die helemaal geen uitdrukking hebben, maar gewoon en marionetpoppen. Het doe om, Harkie. Vertelt u nog eens zo'n gekke geschiedenis? Zo eentje waarbij de griezels over je rug lopen. Ja, jullie spotten maar. Als jullie wisten wat er vorig jaar hier in deze eigenste kamer gebeurd was, nou, dan zou je wel anders praten. Wat is er dan gebeurd, oom Harkie? Kwamen de zwarte katten met lange staarten uit de kachel? En ineens, die Amerikanen, die konden met zo weinig middelen, met een mond die scheef gaat, of de wenkbrauwen van Bert die omhoog gaan, en ook het spelen met poppen, dat in de uitzending een andere pop gemaakt wordt. Dus de neus wordt er afgehaald en er wordt een andere neus opgeplakt. Dus dat grensverleggende eigenlijk in de kinderprogramma's. En ook geweld, dat mensen, dat er ontploffingen en mensen worden in elkaar geslagen. Of poppen dan, zeg maar, krijgen een klap of wat dan ook. Of wat in Nederland nog steeds eigenlijk taboe is. In Nederland moet het altijd pedagogisch hoogstaand zijn. Ja. En in Amerika spelen ze er veel meer mee. Dus ik zei tegen Ton Hazebos dat ik Bert wilde doen. En toen moest ik een proefopname doen. En toen zei Ton, doe jij het maar. Jij kan het beter. Dus toen heb ik het al die jaren gedaan met Wim. Ja, het is ook zo grappig, omdat ik ermee ben opgegroeid, is jouw stem ook voor mij ook echt zijn stem. Dat is ook gewoon, dat is met als je als kind tekenfilms kijkt, dan associeer je dat zo sterk met wat het nou eenmaal is. Dus ik kan me geen andere stem voorstellen, maar nee, in Amerika klinkt hij wat softer eigenlijk. Ja. Wat iets minder zeurderig, iets muzikaler. En ik had het idee dat jullie best wel veel creatieve vrijheid hadden. Ook met dat format van Bert en Ernie, toch? Ja, we hebben zelf platen gemaakt. Ja, en schreven jullie zelf ook die sketches en die scènes? Ja, dat mochten we vanuit Amerika, van Jim Henson. Wij waren de enige. Kregen jullie richtlijnen van het moet binnen deze kaders of parameters gebeuren? Of als je volledig creatieve vrijheid, hoe werkte dat? Een keer dat Ernie in de poep trapte, dat had Wim geschreven. Dat mocht niet. Nee, het was shit en dat mocht niet. Dus het werd toen later kak, geloof ik. Oh, ja. Dat kon het anders vertalen. Maar verder hadden we totale vrijheid. Maar ze waren ook toen het zoveel jaar bestond, Bert en Ernie, toen waren de Amerikaanse producenten ook naar Nederland gekomen. Toen het, ik denk, 30 jaar bestond. Mm-hmm. En toen hebben we ook een persconferentie gegeven. Was ook wel heel leuk. Want oorspronkelijke Amerikaanse poppen waren ook overgevlogen met de Amerikaanse poppenspelers. En die zaten ook zo achter een desk eigenlijk. En de hele pers was uitgenodigd. Dus je had het AD kwam, je had een microfoon, RTL en van alles en nog wat. Maar die werden neergezet voor de poppen, waar geen geluid uit kwam. Want Wim en ik die zaten in een apart hok. En wij zagen de poppen. En we zagen de tribune, want ze mochten vragen stellen aan Bert en Ernie. Maar dus dat was
dat mensen die geloofden zo ook in die poppen. Er stond nog op de voorpagina ook nog een foto. En er was een van de vragen van een journalist of van RTL. Van Bert en Ernie, hoe oud zijn jullie eigenlijk? Dus Wim en ik die zaten in het hokje. En ik zei nou als Bert dus van wat een leuke vrouw hè Ernie. En Ernie zei meteen van ja, en dat zo'n vrouw zo'n domme vraag kan stellen, want we hebben helemaal geen leeftijd. Zo. En dat, daar moesten ze het mee doen. Een vraag. Jongens. Ja, rustig de vraag stellen. Wat is de vraag? Voor welke omroep is dat? Voor het Jeugdjournaal. Voor het Jeugdjournaal. Is dat voor alle gezinten? Precies. Ja. Waarom is Sesamstraat al zo lang zo'n bijzondere straat? Omdat er bijzondere mensen wonen. En omdat wij... We hebben veel plezier samen. En zijn niet gemeen. Je bent wel een beetje soms, hoor. Je bent wel een beetje gemeen. Jij bent, moet je ook eerlijk zijn. Nou, iedereen weet dat jij vaak mij plaagt, Ernie. Maar dat vind ik niet erg. Want dat kan ik gewoon hanteren. Maar daarom is Sesamstraat prettig, omdat de mensen goed met elkaar... Ik kan wel merken dat jij niet weet hoe het gaat met de persconferentie. Dat je eerste persconferentie is. Hoe moet dat dan? Want je bent helemaal vergeten wat er gevraagd werd. Waarom het zo goed gaat in die 30 jaar in Sesamstraat, hè? Dat was de vraag. Toch? Nee, helemaal niet. Wat dan? Je luistert niet, Pet. Ga maar weer boek lezen dan. Hè? Dan doe ik het verder met je. Nee, want dit is een persconferentie, dus dan kan je geen boek lezen. Dat weet of je zelf ook wel. Met erbij, hoor. Maar wat was wel de vraag, Ernie? Wat was dan wel de vraag? De vraag was... wilt u hem nog even herhalen? Want ik... Jij weet het zelf niet meer. Wel. Zo lang zo'n bijzondere straat. Ja, nou, dat heb ik geantwoord, omdat het zulke bijzondere personen en mensen en wezens en wat dan ook zijn. Een bijzondere daarom... straat voor bijzondere wezens. Ja. Heel goed, Ernie, heel goed. Heb je goed gezegd. Dat had ik ook voorbereid, hoor, om dat te zeggen. Ja. En de volgende vraag. Van wie bent u? Van het Grote Mensenjournaal, het NOS-journaal. Ja. Het Jeugdjournaal had zojuist al een vraag. Gefeliciteerd met je nieuwe straat. Toch een beetje een serieuze vraag. Ja. Sesamstraat al jaren jullie straat. Ja. De NPS misschien wel jullie wijk, jullie stad. En die gaat weg. Waar moeten jullie straks wonen dan? Gaat helemaal niet weg. Nee, die gaat niet weg. Dat komt wel goed. Want ik heb gehoord dat die Medi van der Laan die gaat aftreden. En dan blijft de NPS bestaan. En dan blijft Sesamstraat ook bestaan. En daar moeten we naartoe. Ja, dat is waar, hè, Ernie. Bert, heb je mooi gezegd. Ja. Echt, hè, hij heeft er helemaal niet van terug. Die persconferentie duurde wel een half uur eigenlijk, want ik vond het hartstikke leuk. Want het ging toen ook, Sesamstraat zou verhuizen van 6:30 naar 6:30. Want ze wilden, op een gegeven moment wilden ze van Sesamstraat af eigenlijk bij de NPO en nog steeds. En dat hebben ze stap voor stap gedaan. Ja. Dus gewoon eerst naar een plek dat er minder kijkers komen. En dan zeggen, ja, er komen minder kijkers, dus moeten we er niet mee stoppen. Dus echt zo. En wij hadden toen een actie, Sesamstraat. 6:30, Sesamstraat 6:30. Dus dat zongen Wim en ik en dus Bert en Ernie. En de hele publieke tribune, de perstribune, die zong dat ook mee. Maar het is toch, ja, dan houdt even, stellen ze het dan uit dat het van 6:30 naar 6:30 gaat. En dan ineens gaat het wel in 6:30. En dan ineens zomers, dan besluiten ze om er helemaal mee te stoppen. Omdat ze dan, de rechten waren te hoog, maar ze is natuurlijk allemaal onzin. Het is, ze hebben er geen zin in om het ze... Waarom is er geen zin in? Wat is dit nou weer voor een raar verhaal? Nou, omdat ze hebben een klokhuis, daar willen ze geld aan uitgeven. En ze vonden het Nederlandse gedeelte, dat vond de leiding, de NPO-leiding ook veel leuker dan die Amerikaanse filmpjes. Ze waren verplicht natuurlijk om zoveel... scènes af te nemen voor het Nederlandse gedeelte. Maar het liefst zouden ze gewoon het niet Sesamstraat noemen, maar weet ik veel wat, Jan van Galenstraat. En dan gewoon met een heel nieuw... J.P. Koenweg. Ja, en dan gewoon het helemaal Nederlands maken, gewoon een kopie. Daar zijn ze ook altijd goed in, hè? Dat Man bij het Hond, wat een heel succesvol programma was in België, en wat in België ook vond ik leuker was dan in Nederland, dat hebben ze hier ook proberen na te doen, zodat ze niet de rechten hoefden te betalen aan België. Het heeft op een gegeven moment een andere naam en zo totaal mislukt. En, ja, ik zie het, het is bijna een soort reeks managementblunders als je naar de NPO kijkt.
Ja. Ik dacht, laten we een stukje Ernie in bed kijken. Dat is wel leuk. Nu we toch het erover hebben. Even kijken. Ik heb gewoon de... Ja, dit is wel de klassieker, hè? Oh, de banaan, ja. Ja, maar die blijft wel leuk altijd. Ja, het is wel leuk, want ik vind klassiekers altijd goed werken. Dus voor, zeker voor het gesprek. Dus laten we deze even opzetten. Kinderen vinden het ook altijd leuk, herhalingen. Ernie. Ernie. Hey, hallo Bert. Ja, Ernie. Weet je dat je een banaan in je oor hebt? Wat zeg je, Bert? Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie. Wat zei jij nou, Bert? Haal die banaan nou eens uit je oor. Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor. Nu krijg je het tweede gedeelte. Ernie. Hey, hallo Bert. Ernie, je hebt nog steeds die banaan in je oor. Wat? Ik zei, je hebt nog steeds die banaan in je oor. Ja, dat weet ik. Je weet het, Ernie. Waarom zit die banaan dan nog in je oor? Ik gebruik hem. Ik gebruik hem om een krokodillen mee weg te jagen. Krokodillen? Ernie, er zijn hier helemaal geen krokodillen. Nee, hè? Dus het helpt heel erg goed, Bert. Het is hele fijne humor, vind ik. En ook heel... Nou, het is ook voor kinderen ook heel... opvoedkundig. Dat je ook in het leven altijd geconfronteerd wordt... met iemand waar je liever niet mee geconfronteerd wil worden. Dus het blauwe mannetje, dat wordt door Ernie ook gespeeld. Door Wim Schippers gespeeld, wil ik zeggen. En Grover is dan bijvoorbeeld de ober in een restaurant. En die komt dan... En het blauwe mannetje, die zit vol verwachting achter zijn tafel in het restaurant. En dan komt Grover aan. En dan zie je dat blauwe mannetje en denk oh god, daar heb je hem weer. Daar heb je hem weer. En dan geeft Grover de kaart. U kunt kiezen, wat wil u hebben? En dan kiest hij... dan doet u mij maar nummer 2 van het menu. Nummer 2, ja, dat is goed hoor. En dan gaat hij naar de keuken... En dan roept hij, dan roept Grover, Charlie, die lastige man is er weer. En dan komt hij terug met het cijfer 2, zo. Want dat had hij besteld. En dan zegt het blauwe mannetje, maar dit heb ik toch helemaal niet besteld. U vroeg nog om 2. Ja, maar ik wil eten. Maar wat wil u dan? Ik wil dit, en dan noemt hij een ander nummer. Oh, en dan gaat Grover weer. En dat gaat zo de hele tijd door. En uiteindelijk, dat is ook altijd weer leuker, dan valt het blauwe mannetje valt achterover. Gewoon, die is gewoon... Zo eindigen ze vaak een scène. Dan weten ze niet meer hoe ze het op moeten lossen. En dan valt het blauwe mannetje valt gewoon niet dood neer, maar wel valt flauw, denk ik, of gewoon... All right, sir, here we go, sir. The number 9, special of the day. Oh, well, You did ask for the number 9, did you not, sir? Oh, well, sure, I asked for the 9, but, you didn't ask me how I wanted it done, and this number 9 is medium rare. I like my number 9s well done. Picky, picky. Altijd gaat het fout. Of dat hij bij een snackbar, dat hij een klein zakje friet wil. En dat hij met wokkels aankomt. Dan werkt Grover in een snackbar en zo. Maar dat voor kinderen is dat leuk. Dat ze al gauw leren dat je altijd met mensen in contact komt. Ja. Waar je het niet mee redt. Die gewoon... Met ambtenaren of met... Nu als je mensen belt, dat je doorverbonden wordt en dat je vastloopt. En dat het misverstand ligt op de loer. Dat leren de kinderen. En ik kan me dus deze scène nog echt herinneren. Die van de banaan, van dat ik kind was. Oh, en dit leuk vond. En dat ik hier samen met mijn broer moest lachen. En
als ik daarover ga nadenken, dan denk ik, waarom is het zo grappig voor kinderen? Dat heeft ook te maken met dat je kinderen bevestigt in dat ze de scène één stap voor kunnen zijn zelf. Dat ze dus eigenlijk de grap al een beetje kunnen bedenken. En dat is ook een soort Hollywood-conventie, volgens mij. En dat je dus vaak... geef je de hints weg, zodat de kijker een seconde voordat de hoofdpersoon iets doet, al zelf die dat inzicht kunnen hebben. En dan raak je ze van bevestigd als... En dat is heel leuk, vind ik, aan deze scène. Ja. Van die banaan. Dus als Bert zegt van, maar er zijn hier toch helemaal geen krokodillen. Ja. Dat je dan als kind denkt van, dat helpt dus wel. Ja, dat heb je eigenlijk al door, op een intuïtief level. Ja. En het is eigenlijk een mop, zou je kunnen zeggen. Maar hij heeft een soort timing in, waardoor hij zo goed werkt. Kun je iets vertellen over hoe dat creatieve proces werkt? Van hoe je aan zo'n scène werkt, samen met Wim T. Schippers? Ja, maar dit is gewoon Amerikaans. Oh, dit is de Amerikaanse, je krijgt het script van aangeleverd. Het is alleen de LP's, die, zoals het vroeger heette, die hebben we zelf mogen schrijven van Jim Henson eigenlijk. En toen dachten Wim en ik ook, omdat Wim geen kinderen heeft en ik heb geen kinderen, dachten we, wat zouden wij leuk gevonden hebben vroeger en als kind. En toen dachten we, nou, geen gemene buurman, geen zagerijn, maar gewoon optimisme. Dus maak er wat van. Als je ontevreden bent, dan doe er dan wat aan. Maak er wat van. Moet je toch eens kijken wat je allemaal niet kan. Trek je maar nergens wat van aan en doe maar mee. Met Bert en Ernie van de plaat en de tv. Ja, dat is nog eens een reuze goed idee. En als je zingt, dan valt het allemaal best mee. Maar nu moet ik eerst even naar de wc. Wat zeg je, Bert? Ik moet even naar de wc. Moet ik het nou nog een keer zeggen? Maar we zijn net begonnen en alle kinderen zitten te luisteren. Ja, maar hou jij dat zolang de kinderen even aan de praat, Ernie? Dat doe je toch zo graag? Je praat toch altijd maar achter elkaar door, hè? Ik kan er toch nooit tussenkomen. Alleen als ik eens wat wil zeggen, dan ben jij het weer beter. En dan praat je maar door. En dan ben ik helemaal vergeten wat ik ook niet zeggen wou. En dan ben je, zie je wel, dan begin je weer. Laat mij nou eens uitpraten, Ernie. Wat wou ik nou weer zeggen? Ik weet het alweer. Wat is het nou, Ernie? Ik dacht dat je zo nodig naar de wc moest. Ja, dat weet ik zelf toch ook wel, Ernie. En als je nodig moet, dan moet je altijd meteen gaan. Ook al is de grammofoonplaat net begonnen. Want het is niet goed om het lang op te houden. Daar word je niet lekker van. En dat vond ik ook het leuke. Want we kregen natuurlijk ook helemaal geen reacties op alle LP's die we gemaakt hadden. Of voor de ANWB hebben we ook cassettes gemaakt. Geen ruzie in de auto. En pech, als we niet geholpen worden, komen we weer nooit meer weg. En ook een liedje heb ik voor de... Het is fijn in de trein. Ook, dat is wel alweer leuk. Die trein, hè? Ja, om de kinderen meteen erop te wijzen dat het niet altijd goed is om in de auto te zitten. Maar dat je in de trein... ik hield toen nog van de trein. En om de ANWB een beetje te pesten, vond ik wel leuk om gewoon ook een treinenliedje erin te doen. Maar toen kregen we die vrijheid en een kerstplaat en Sinterklaasplaat hebben we gemaakt. Maar deze scènes, we werden wel geïnspireerd natuurlijk, want Bert en Ernie zijn Amerikaans en het is van Jim Henson. En de invalshoek, de humor, dat is echt de Amerikaanse Sesamstraat humor. Dat is ook een hele leuke scène, want dat is ook heel herkenbaar dat... Bert altijd heel goed kan slapen. Hè? Die slaapt altijd meteen. En Ernie, die blijft wakker. En die maakt Bert dan wakker. En Bert schrikt daar altijd meteen. Van, en Ernie, wat is er? Wat is er? Waarom? Wat is er? En dan vraagt Ernie bijvoorbeeld ook een mop. Hoe laat is het? Hoe laat is het, Bert? Ik weet niet hoe laat het is. Dat is ook heel herkenbaar. Ja. Ook voor volwassen mensen. Dat je 's nachts wil weten hoe laat het is. Dat je dan, als je wakker bent, denk je, is het nou 5 uur of zo? En dan zeg ik, nou, dat weet ik niet, Ernie, dat weet ik niet. En dan gaat Bert weer slapen. En dan pakt Ernie zijn trompet. En die doet het raam open en die gaat trompet spelen. En dan gaat er ergens ergens tegenover bij de buren gaat er een raam open. En dan hoor je een vrouw roepen. Wat is het voor een lawaai? Zeg, weet je wel dat het 4 uur is? En dan weet Ernie dat het 4 uur is. Maar dat heeft met... een beetje met plagen te maken, wat Ernie ook doet. En wat ook heel gezond is, want nu mag er helemaal niet meer gepest worden. Maar plagen, dat is heel gezond.
En ook als Bert ook zo zijn, dat Bert wakker gemaakt wordt, wat is er? En dan zegt Ernie, dat liedje, hoe gaat het ook weer? What's the name of the song? Tenminste, zo gaat het in het Engels. En dan zegt hij, dat weet ik niet, Ernie, dat weet ik niet. Maar Bert is ook lief, hij is chagrijnig, maar hij is ook lief, hij wil Ernie toch helpen. Want het zijn goede vrienden, het zijn echt boezemvrienden, Bert en Ernie, waarvan je ook niet weet hoe ver het gaat, maar dat hoef je ook niet te weten. En dan wil Bert hem helpen, dan zegt hij, ja, dat is, het gaat zo. En dan stapt Bert ook uit bed. En dan gaat hij voor het bed van Ernie gaat hij het zingen. Heel enthousiast ineens. Want dat is echt Bert. Als hij eenmaal loskomt, dan kan hij niet meer stoppen. En volgens mij is het met koor ook, maar dat weet ik niet zeker. En dan is hij heel blij dat hij het probleem van Ernie heeft opgelost. En dan kijkt hij, dan draait hij zich om. En dan slaapt Ernie. En dan zegt Bert, dit is niet eerlijk. En dan gaat hij terug naar zijn eigen bed. Maar ik vind dat zulke ontzettend leuke humor. Omdat het... het is een beetje ondank is weer een sloon. Het spreekwoord eigenlijk. Je slooft je uit voor iemand eigenlijk. En de interesse is 0,0 bij wijze van spreken. Dat is voor kinderen ook goed. Om daar al mee geconfronteerd te worden. Terwijl het voor volwassenen ook leuk is, die scènes allemaal. Ja, het zit ook op meerdere levels, hè? Ja. Ja. Wat ik ook grappig vind, als je kijkt naar de archetypen van Bert en Ernie, je kunt bij elk willekeurig tweetal je altijd afvragen, wie is de Bert en wie is de Ernie? En daar kom je altijd wel een soort van uit. Ja. En dat vind ik ook heel grappig eraan, dat het zo diep archetypisch is, wat hun dynamiek is. Nee, dat klopt ook. Dat je, ja. Ik voel me ook meer een Bert-achtig iemand. En Wim is echt een duidelijke Ernie. Ja. Die de grenzen verlegt en uitlokt eigenlijk. En Bert die zich een beetje voornamer voordoet dan hij is eigenlijk. Maar als jij en Dammy hier binnenkomen, dan is het weer andersom. Dan ben jij in één keer weer de Ernie en dan is hij weer de Bert. En als wij hier binnenkomen, dan ben ik misschien weer de Ernie en dan ben jij misschien weer de Bert. Maar als ik weer met iemand anders binnenkom, dan... Weet je wel, het gaat ook om... Wat ik grappig vind is dat het om de verhouding gaat. Het gaat niet om dat je altijd dezelfde bent, maar het is ten opzichte van iemand anders ben je altijd de ene of die andere. Maar dat van kan die ook, twee stemmen. Dat kan per dag verschillen. Want ja, nu, ik ook van per dag nu, verschillen. Heb ik Dammy begeleid naar het ziekenhuis, dus dan ben ik misschien de Ernie. Ja, omdat jij als een soort Ernie loop je in dat ziekenhuis van, oh, we krijgen mosteltjes, wat leuk. Wow. En hij is van, maar mijn hart of zo. Ja, dat is waar. En nu, maar normaal dan ben ik de Bert, want Dammy die is altijd enthousiast als we naar een feest moeten of naar iets waar ik tegenop zie. Of als we bezoek krijgen. Dus jij bent wel echt... De Bert is jou echt op het lijf geschreven in die zin. Ja. Okay, zo voel ik het wel, ja. Ik voel me enorm verbonden met Bert. Ja, grappig. Toen ik, vroeg om mee te doen met Zomergeesten... had je toen fragmenten in je hoofd? Dat je dacht, oh, dit kunnen we kijken of dat. Heb je iets... Nou, wat ik dacht wat leuk zou zijn, omdat het toch afwijkend is van Zomergasten, dat je, in ieder geval het leuke, dat je gewoon op een onderwerp komt, zonder dat je het voorbereidt. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, van je zou, ik zou het ook over Sinatra kunnen hebben en over mijn liefde voor Sinatra en voor zijn muziek eigenlijk en voor het kitsch element wat er in zijn interpretatie zit van songs, van de evergreens eigenlijk. Dus ik zat wel te denken, en dat je ook, volgens mij gebeurt dat bij Zomergasten nooit, dat je een aantal nummers van dezelfde artiest laat zien. En het voordeel is bij jou ook, dat als het niet rechtenvrij is, want daar zitten ze bij Zomergasten natuurlijk altijd wel mee, dat je het altijd op YouTube kan zien. Ja, dus, klopt. Alle nummers. Want laatst was ook weer een heel verhaal. En zo kwam ik er ook op om daar eens iets over te zeggen. Over het plaat Watertown van Sinatra. Dat ineens
werd ineens opgehemeld door een aantal muziekrecensenten. Dat het zo'n prachtige plaat was. En die was ook weer opnieuw uitgebracht. Een love story en dit en dat. En ik dacht, het is allemaal onzin. Toen ik 16 was of 17, toen ontstond mijn liefde voor Sinatra. En ik kocht alle platen. En sommige LP's ook twee keer. Ook één voor Giet Jaspers. Die, wat een vriend van mij was, die vroeger bij het Hoopla Trio zat. Was ook een Sinatra-fan. Maar dat was het leuke ook. Sinatra-fans, en dat is nog wel een beetje zo, daar voel je ook mee verbonden eigenlijk. Met de homo-gemeenschap voel ik me niet zo verbonden. Maar met Sinatra-mensen wel. Dat je hoe komt denkt dat? Van, nou, omdat dat zo specifiek is. En Sinatra-mensen, Sinatra-liefhebbers, die hebben het in de jaren 60 veel moeilijker gehad dan de homo-mensen eigenlijk. Want ik werd ook op de middelbare school, was in de tijd van de Rolling Stones en de Beatles, werd ik uitgekotst eigenlijk. Ik schaamde me voor dat ik voor van Sinatra hield. Ik heb ook wel eens gedacht, op een gegeven moment had ik 120 LP's om ze allemaal weg te gooien, om er vanaf te komen. Zoals sommige homo's van hun homoseksualiteit af wilde komen, denk ik, in die tijd. Zo wilde ik van mijn liefde voor Sinatra afkomen. En als je dan iemand ontmoet die ook van Sinatra houdt, want in die tijd was dat echt niet bon ton om van Sinatra te houden. Nu mag het, hè? Hans Dewe houdt van Sinatra. En je hebt heel veel mensen, hij wordt erkend nu als een, ik hou een, ook van Sinatra trouwens, ja. Maar vroeger? Als ik niet weet dat ik op moet zetten en ik heb bezoek, dan zet ik altijd Sinatra op stiekem. Ja. Want dat is heerlijk. Eigenlijk kun je gewoon shuffle all van heel zijn oeuvre op Spotify opzetten. Dat is altijd goed. Ja. Dan zeggen mensen altijd na een half uur van, hé, wat leuk, wat staat er eigenlijk op, weet je wel. Ja, nou, dat ervaar ik dus als een heel fijne ontwikkeling. Ja, net als ja, dat de homorechtenbeweging het fijn vindt, dat er ja, langzaam verworvenheden in die richting zijn. Ja, en dat je, nou, ook dat je een soort erkenning krijgt, dat ik dacht van, ik had het bij het goede eind, want ik hoorde op Radio Veronica, dus toen ik 16 was, hoorde ik voor het eerst, I get a kick out of you. I get no kick from. Cocaine was het vroeger, hè? Maar dat is later champagne geworden. I get a kick. Ja. Van Cole Porter was, geloof ik. Miracle doesn't through me at all. So why should it be true that I get a kick out of you? En met het orkest van Nelson Riddle. Dat vond ik meteen fantastisch eigenlijk. Wat zullen we eens gaan kijken van Sinatra? Heb jij een idee wat we op kunnen zetten wat meteen goed is? Nou, wat swingt is dat I get a kick out of you. En dan live? Nee, niet live. Dat is gewoon zoals ik het toen hoorde eigenlijk. Oh, ja. Dat je meteen verliefd werd eigenlijk. Dat je meteen. Ja, dus deze gaan we alleen luisteren. Of zullen we deze aanzetten met beeld erbij? Ja. Ik denk het niet. My trouwens. My story is much too sad to be told. But practically everything. Oh ja. Ik ken dit beeld helemaal niet ook. Wat leuk. The only exception I know is the kiss. When I'm out on a quiet spree, hiding vainly the old ennui. And I suddenly turn and see. Het rook ook. Your fabulous face. Even een trekje nemen tussen twee coupletten door. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Like the perfume from Spain. Spain! Oh. I'm sure that if I took even one sniff. Wat is hij jong hier, hè? It would yeah, far be terrific. Begin 30 of zo, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja, I get a kick. Ik denk eind jaren 50 of zo.
I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane flying too high with some chick in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a boost. I get a kick out of you. Oh. Ja, het is heel mooi. Maar het was ook het leuke, het roken. Wat hij ook deed, ook met Antonio Carlos Jobim, heeft hij ook een hele leuke scène, Quiet Nights and Quiet Dreams. En dan steekt hij ook aan het begin een sigaret op. En soms hoest hij, gaat gewoon weer doorzingen. Dat is nou ja. Uitgesloten. Dat, überhaupt, dat je mag nergens meer roken. Maar dat je op het toneel tijdens een nummer rookt. En dat deed hij dus toen ook al heel in het begin. En dan even moet hoesten. En dat is niet het lied opnieuw wat gedaan. Nee. Maar dat is gewoon wat de take is. Dat hoort erbij. Dat is een saloon singer. Een crooner eigenlijk. Ja. Van die eenzame nummers. One for my baby en one for the road. En Angel Eyes. En ja, het zijn allemaal hele mooie nummers. En een very good year when I was 21. Ja, dat vind ik ook een heel mooi nummer. It was a very good year. Ja. En dat gaat zo door. Maar ook, wat ik dus wel weer heel mooi vind, was ook een plaat van Rod McKuen. Man Alone van Sinatra. En dat wat in Nederland haast niet kan. Het totaal sentimentele eigenlijk. Het volkomen over de top gaan. Dus eigenlijk wat ook kitsch is, maar hele oprechte kitsch eigenlijk. Als hij zingt bijvoorbeeld In Me You See a Man Alone. Dat gaat, en ook wat ook zo'n mooi nummer, All Alone. Dat heb ik ook wel eens in de voorstelling gedraaid. All alone. I'm so all alone. There is no one else but you. All alone by the telephone, waiting for a ring, a ting, a ling. Het is echt zo dat je denkt, waar is die man mee bezig eigenlijk? En dat ontroert mij raar genoeg heel erg. Omdat je het idee hebt dat hij niet over zijn eigen problemen zingt, maar hij probeert jouw gevoel te vertegenwoordigen eigenlijk, ja. aan te reiken. Dus als ik als puber me alleen voelde, dan dacht ik, ja, hij weet precies hoe ik me voel. Dat is het grappige. Terwijl Bob Dylan, denk ik, of de andere zangers, die zingen over hun eigen probleem en over hun eigen visie en over, ja. En Sinatra zingt over jou. Misschien dat jij het nu daarom ook wel mooi vindt. Dat hij jou uit de put haalt. Want ik zit te denken, terwijl je dit zo citeert, denk ik van, stel je zou dit op papier opschrijven als een soort van lines van een toneelstuk. En je geeft dat, je print het uit en geeft het aan een acteur. Ja. Dan krijgt die acteur een probleem. Want die denkt van, ja, maar dit is heel erg rood op rood. Of het is pathetisch. Hoe moet ik dit in godsnaam body geven? Of tegenkleuren? Of hoe ga ik dit zo spelen dat het publiek denkt van, die man is niet gek? En dat, daar zie je het talent van Sinatra. Want Sinatra is heel ontspannen. En is het natuurtalent in gewoon, ja, als hij het zegt, dan komt het eruit alsof het gewoon alsof je uit zijn bed stapt en het gewoon zegt. Ja. En dat heeft te maken inderdaad, omdat hij op een soort van transcendentale manier met zijn eigen lichaam zo omgaat dat hij een soort
doorgeefluik wordt van die informatie of die energie. En dat is, dus hij is gewoon zo natuurlijk, staat hij in die ruimte en is hij aan het bewegen, dat het gewoon eromheen spoelt of zo. Zo kijk ik daar een beetje naar. Nou, maar ook, het heeft ook dat, is, dat klopt ook wel, maar het heeft ook te maken met de Amerikaanse traditie natuurlijk. Met de songwriters, met Irving Berlin, met Gershwin, met Cole Porter. Die tekstdichters die heel makkelijk over het gevoel kunnen praten, kunnen schrijven. Heel en, groot eigenlijk. Ja, heel groot. En het heeft met de musical traditie misschien ook te maken. Ja. Dat je over eenzaamheid kan zeggen. Dus van, en, het regent buiten en ik zit alleen aan een tafel te peinzen. Dat is eigenlijk, dat zie je in een Nederlands lied niet gebeuren. Dat is veel... Maar er was ook een mooie scène ook van Sinatra. Want er was ook met die Sinatra shows waren ook een aantal compilaties of een medley eigenlijk van een aantal eenzaamheid of songs over eenzaamheid. En dat zit ook in Me, You, See, A Man Alone in. En zit ook in een trui en in een flat eigenlijk. En ook zo dat je denkt, ach god. Zo. En ook rokend eigenlijk. En dat is een medley. Ja, als je in Me, als je in A Man Alone aanklikt, dat kun je doen, dan kan je dat ook zien. En als mensen maar een heel kort fragmentje zien, dan kunnen ze het thuis zien. En dat is ook, ja, ik vind het zo, maar misschien, ja, het lijkt kitsch, maar het is de waarheid eigenlijk. Ja, dat is heel leuk. That lovely song was written by one of the new generation of songwriters. The unangry young giants, I like to call them. They're bright, imaginative. They threw away all the rule books and wrote them just like they felt them. Men like Jimmy Webb, Teddy Randazzo, and of course the poetry and songs of Rodney McCune. My window looks out over the park, and every year I've moved another story up. Till now, I'm almost close enough to the roof of the sky to touch it. Letterlijk uitgebeeld. Ja. I could even move the clouds aside, but no clouds come. If they did, I'd welcome them. Few visitors here anymore. There must be a highway somewhere, roads that I've missed, something more than sky out beyond the window. Midnight that
fell apart at dawn. Ja, want hij gaat nog roken hierna. Oh, wacht, zullen we even ook even? Ja, doe even. A man alone, drinking up Sundays and spending them alone. A man who knows love is seldom what it seems. Only other people's dreams. Kijk, nou komt even. This time we almost made the pieces fit. Didn't we, girl? This time we almost made some sense of it. Luxe aansteker. Didn't we, girl? This time I held the answer right here in my hand. Then I touched it and it had turned. Ik ga hier roken. Oude theatertrick, zo. Nog even testen. This time we almost made it. This time, this time we almost made our poem rhyme. This time we almost made that long. Het is toch wel mooi dat hij ook tijdens het zingen het sigaret pakt en hem opsteekt. Want ik denk, hij moet het in één keer gedaan hebben, die hele medley, want gaat nog door ook. En als je hier een regisseur op loslaat, dan denk ik dat hij heel snel de gedachte is van, ja, dat ga je toch niet letterlijk één op één rood op rood uitbeelden wat je staat te zingen. Nee. En ja. Toch, hier werkt het zo ontzettend goed. Hij heeft het over een man alleen en in zijn eigen space of ruimte, die in een soort contemplatieve bui is. Een soort melancholische, droevige bui. Zo zichzelf terugvindend van, gaat niet elke droom in rook op en is een pathetiek, zwelgend. En het decor is zo'n soort van ruimte waar allemaal cognacglazen staan, waar hij een sigaretje kan pakken, waar hij die avond heeft. Ja. En dat past in zijn geval zo ontzettend goed bij wat hij staat te doen. Ik kan helemaal via hem dit gevoel krijgen. Terwijl bij mij in mijn leven dit gevoel zich op een heel andere manier zou vertalen, herken ik de dag of de nacht waar ik deze bui had. En dat vind ik er mooi aan. Ja, nou, wat mooi gezegd. En, ja, en dat hij ook, en daar hoef je het niet mee te identificeren, dat hij een foute trui aan heeft eigenlijk. En dat het,
Dat hij, nou, dat vind ik het, hij durfde te zingen. Dat vind ik zo leuk. Ja. Dat hij zo'n tekst durfde zingen. Want ja. In Nederland zou ik niemand weten wie, ja, wie dat geloofwaardig zou zingen. Ik vond Rob de Nijs, die kon altijd wel geloofwaardig ook wat gevoelsachtige nummers zingen. Ja, maar niet, hij heeft dan niet de, ja, de brutaliteit eigenlijk van Sinatra. Misschien is maar je moet ook wel een beetje zo'n man zijn, toch? Je moet een beetje, ja. Zoals je hebt dan in Sex and the City heb je Mr. Big. Wat ook zo'n Amerikaanse, ik weet niet of je die serie kent, maar wat zo'n Amerikaanse man is. Ik zal heel even 2 seconden laten zien wat ik bedoel. Well, get in for Christ's sakes. Where can I drop you? 72nd Street, 3rd Avenue. You got that, Al? Yes, sir. So what have you been doing lately? You mean besides going out every night? Yeah, I mean, what do you do for work? Well, this is my work. I'm sort of a sexual anthropologist. You mean like a hooker? No. I write a column called Sex and City. Right now I'm researching an article about women who have sex like men. You know, they have sex and then afterwards they feel nothing. But you're not like that. Well, aren't you? Not a drop. Not even half a drop. Wow. What's wrong with you? I get it. You've never been in love. Oh ja. Yeah. Ja. Yeah. Wat ik denk wil zeggen is dat je een bepaald type man moet zijn om dit geloofwaardig te kunnen doen. Ja. En dit is Mr. Big is een best wel een controversieel personage, want anno nu is dat een personage wat onder vuur ligt, want ja, hij is te macho of ja, te aanwezig. Zo'n Amerikaanse, echt zo'n Me Too man zou je kunnen zeggen. Dat is absoluut niet mijn lezing van hem, maar dat is hoe je kijkt naar zo'n soort van Amerikaanse ja, man die gewoon als een soort van, als een pilaar ergens staat en de vrouwen komen als een magneet op hem af, zeg maar. Ja. En diezelfde, je ziet dat in Sinatra ook een bepaald soort, ja, je kan op een hele natuurlijke manier gewoon mannelijk zijn en zichzelf zijn en gewoon door die ruimte bewegen. En dan kun je ook makkelijk zingen, A Man Alone, en dan ja, in die pathetiek duiken, toch? Nou, en misschien ook omdat het contrast in zijn leven is, omdat hij natuurlijk bij de maffia min of meer zat. Dus een toch ook wel gelieerd was hij een beetje aan de onderwereld wel. En ik denk, als hij nu nog geleefd had, dat heel veel vrouwen met MeToo ervaringen zouden komen. Dus wat hij zingt in Me, You See a Man Alone, dat is precies het tegenovergestelde van hoe hij is. Want hij is, hij veroverde denk ik alle vrouwen. Ja. Mia Farrow heeft hij dan. Ava Gardner ook. En als het hem niet lukte, dan denk ik dat hij dan misschien de maffia in zou schakelen, zodat het wel zou lukken. En daarom vind ik het ook zo leuk dat iemand die bloed aan zijn handen heeft. Ja, misschien ga ik nou wat te ver ook hoor. Want hij was ook wel voor Sammy Davis. Hij was ook wel links eigenlijk georiënteerd. Maar als je het zo zegt dat iemand bloed aan zijn handen heeft, dat die dan zo sentimenteel zingt eigenlijk. En ja, en al die sentimentele platen, Point of No Return. Maar vooral deze nummers vind ik en de LP All Alone, dat vond ik. En ook gedurfd in beeld, waar ik nou weer het over heb, dat het alles heel direct in beeld gebracht is. Dat je geen twijfel hebt eigenlijk. Maar het is toch heel mooi omdat hij hier over een gevoel zingt wat je herkent. Waarvan je denkt, oh ja, die bui of die fase of die periode. Ja. Terwijl die zich, nou, wat ik net ook al zei, in ieders leven waarschijnlijk anders vertaalt. Maar in goede kunst gebeurt dat altijd. Ik had vorige week met de gast nog over de balscène van Anna Karenina. Die mij ook, als ik die scène lees, ook terugbrengt naar een dansvijf in
Eindhoven in de jaren 90, wat absoluut niet een Russisch decor is in die aristocratie van Rusland. Dat is iets heel anders. Maar een goede scène kan een soort portaal worden naar je eigen leven en hoe je dat op jouw manier benadert. Ja, en dat vond ik, dat sprak mij. Daardoor voel je de steun eigenlijk van hem ook in de puberteit eigenlijk. Dat je zelf alleen op je kamertje zat en dat je dan hem draaide. En dat je haast dacht van nou, hij is er nog beroerder aan toe eigenlijk. Dat je daardoor ook een soort troost krijgt. Terwijl ik ook in diezelfde tijd ook van Ella Fitzgerald hield. En dat was minder erg, misschien omdat het een vrouw was. Als je daarvan hield. Maar daar werd ik ook vrolijk van. En dit heeft misschien ook wel te maken met mijn moeder. Met mijn moeder er leven lang angstig geweest is en straatvrees had. En dat zij ons in angst probeerde op te voeden. Of niet probeerde, maar dat ging dan eigenlijk automatisch. Dat je overal vooruit moest kijken. En als je dan Ella Fitzgerald hoorde. It might have been. Ik vind het heel leuk dat we meteen allemaal verwijzingen hebben. Dus, welk nummer? Wat ik laat zette ontzettend mooi vind. Op een gegeven moment ook wel in de jaren 60 is Sunny, zoals zij dat zong. And it don't have a thing if it ain't got that swing. Dat was ook een heel mooi nummer. It don't have a thing if it ain't got that swing. Maar het ontbrak je midden in een zin. Je zei, als dat nummer opstond, dus je had het over die bedomdheid, of die angst waarin je. Ja, dan dacht ik van, ik wou dat mijn moeder was, Ella Fitzgerald. Die gewoon echt niet zeurde over het weer. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do what, 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 do what. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do what, 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 do what. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Oh, don't mean a thing if you ain't got that swing. Do what, 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 do what. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Wow.
2:30, hè? Dat hij ook haar kust ook nog. En dat waren de grote heden van de jazz. Duke Ellington. Echt nog belangrijker dan Count Basie, de big band van Duke Ellington. En Ella, die aan de top stond eigenlijk van de jazzwereld. En ook meteen met de tijd meeging. Ze zong ook meteen Beatle-nummers. Ella in Hamburg. Ja. Dat is ook een heel mooie plaat, Ella in Hamburg. En dan zingt ze ook Can't Buy Me Love ook. En op de hoes staat dan dat Ella de Beatles een lesje geeft hoe ze het eigenlijk moeten zingen. Het nummer in Duits staat dan. Maar dat is echt een fantastische vrouw was dat ook. En die ook nog, dat heb ik nog, ze had op een gegeven moment kregen ze een of andere prijs voor zwarte zangers of zo. En toen had ze al was al diabetes, dus het liep twee mannen begeleiden haar de trap af. Ze kon haast niet meer lopen. Later zijn de benen er ook afgehaald. Ook. Maar niet in diezelfde uitzending hoor, maar later. Maar ze werd begeleid eigenlijk. En toen zei ze, ja, ik kan misschien het beste bedanken voor dit in muziek. En dan hoor je het orkest klinkt dan. En dan zingt ze Sunny. Sunny. Ineens heel vrolijk. En meteen straalt ze weer. Dus ik dacht, voor zangers. Maar je ziet ook wel, misschien bij Rob de Nijs, ook wel in een ander geval, dat de muziek blijft tot het laatst overeind. Ja. En dat is ook zo'n mooi beeld. En Sinatra zingt ook in een van zijn laatste platen. When the music stopped, I will it to do this way. En hij maakt nog één keer een plaat met Gordon Jenkins en dat soort dingen. Met Leonard Cohen had je het ook heel mooi. Dat het zo dat laatste, in die laatste dagen, dat laatste jaar, dat hij nog zo'n album had gemaakt. Waarbij je dat. Ben je eigenlijk het gevoel dat er al helemaal tussen het dodend rijk en het rijk der levenden in zweefde of zo. Maar het is toch mooi dat mensen. Bowie trouwens ook, David Bowie had dat ook. Ja, maar in Nederland moet je altijd op het hoogtepunt stoppen. Ja. En het is juist leuk als mensen ook aandacht hebben voor de neergang helemaal. Ja. Ik vond het ook mooi met die latere platen van Sinatra, dat hij ook de lage tonen niet meer haalt. Maar net zoals hij rookte in de beginfase en hoestte. Zo laat hij ook blijken dat hij met bijvoorbeeld If You Go Away, dan aan het eind van het nummer, dan zingt hij Please Don't Go Away. Dan met heel veel lucht haalt hij die toon uit, maar dat vind ik prachtig. Ja. En ook nog, hij heeft nog een duettenplaat gemaakt, ook Sinatra, ook met Aznavour, een duet en met allemaal. En dan zingt hij ook My Funny Valentine, samen met de zangeres. En die zangeres die zingt dan How Do You Keep The Music Playing? En dat loopt dan door elkaar. How Do You Keep The Music Playing? En dan komt Sinatra ineens My Funny Valentine. En er zit haast geen muziek meer in. Maar hij zit haast in zijn graf al. Maar dat vind ik mooi. Dat denk ik van, dat hij jou dat gunt. Ja. Dat hij zijn fans ook de neergang gunt. En dat je ook als publiek, als fan denkt van, ja, het is maar beter dat hij dood is nu. Wij zo spreken, toch? Dan is ook troostvol. Ja, het is heel transparant en echt. Ja. Dat is ook mooi aan. Ja, en voor hem was het ook wel, het zo zitten wij te interpreteren. Maar het ging, hij had al afscheid genomen een keer van zijn publiek. Want hij wilde nadenken en lezen eigenlijk meer. En toen een paar jaar later kwam hij weer terug. Omdat hij kon de vliegtochten niet meer aftrekken van de belasting. Hij kon heel veel dingen meer doen. Dus toen kwam weer een plaat, Old Blue Eyes is Back. En ook, maar ook wel nog een mooie scène, daar hou ik ervoor op hoor. Maar die in Australië trad hij op. En toen had hij ruzie met Duitsland ook al. En toen vertelde hij dat hij, want hij mocht niet meer in Duitsland optreden. En toen zei hij dat hij Duitsland plat zou bombarderen en daar een parkeergarage van zou maken. Wat niet zo vriendelijk is ook, hè. Maar hij zei toen in Australië bij een persconferentie dat alle vrouwelijke journalisten waren allemaal hoeren en de mannen gewoon geen knip voor hun neus waard. En toen werden die mensen zo kwaad, die journalisten, waar ook beelden van, dat hij dan
via de artiestenuitgang het pand moest verlaten. Maar dan werd hij opgewacht. En dan zie je ook dat hij echt holt naar de auto om in te stappen. Want die journalisten waren woedend dat hij dat durfde te zeggen, eigenlijk. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Echt een beetje een boef. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Dat die mensen, ja, die bestaan haast niet meer. Ik zat te denken, we hebben eigenlijk heel mooi een soort van beweging gemaakt. Helemaal van het hele begonnen met jouw TGV reizen. En hoe je nu tv maakt. Via de jaren 90, 80, 70 en 60 van de televisie. En nu zitten we in jouw jeugd. Met eerst nog met Sinatra op de tienerkamer. En dan nu in de prille jeugd met Ella Fitzgerald. Die eigenlijk het liefst jouw moeder was geweest. Dus ja. Zijn helemaal zo teruggegaan, hè? Toch? Ja. Nee, ja, had je dat door? Zwaar. Ja. Het is toch interessant? Ja, nee, dat heb ik zelf niet door. Maar omdat het van de muziek. Dus waar kunnen we nu heen? Komt. Nu we helemaal in jouw prille jeugd zijn aanbeland. Of misschien moeten we gewoon naar een random moment toespringen. Nou, ik dacht gewoon, nee, maar ik kan meteen over de muziekkeuze van vroeger. Want ik draaide dan, we hadden een driekamerwoning in de Jan van Galenstraat in Amsterdam. En ik draaide. Toen ik Sinatra ontdekte, toen draaide ik dus ook op dezelfde verdieping in de huiskamer. En daar werd klassieke muziek gedraaid. En mijn vader die luisterde altijd naar het Concertgebouw Orkest. En ook alle concerten uit het Concertgebouw op zondagmiddag werd rechtstreeks uitgezonden. Vioolconcerten. En mijn vader hield ontzettend van vioolconcerten. Hij kon zelf ook viool spelen. Maar hij lette dan ook op wel of er vals gespeeld werd. Want dat is het, precies het tegenovergestelde zoals ik denk eigenlijk. Hij lette op de valse noten, op de foute noten in het leven, denk ik ook, maar ook in het concert. En we moesten dan doodstil zijn. Maar dan ging ik naar de andere kamer en dan draaide ik hele andere muziek. Dus ook later de Swingle Singers. Jazz Sebastian Bach. Dus dat je niet de klassieke Bach hoort, maar de zingen. Pamperdebamperdebamperdebam. Dabbedamdoidem, dabbedamdoidem. Pamperdebamperdebamperdebam. Doebedum, doebedum, deptoptoidem. Dat vonden zij verschrikkelijk. Een beetje vloek in de kerk. Ja, dus vloek in jazz, Sebastian Bach, een mooie hoes. En Dammy, dus mijn man, die had dezelfde plaat gekocht in zijn puberteit. Ook jazz, Sebastian Bach. En dat werkte, muziek werkte dan heel bevrijdend eigenlijk. En ook wat het nog erger was dan Jesse Bassebach, dat waren de Ray Conniff Singers. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Als het over kitsch gaat en zoetigheid, de vader van een vriend van mij op de middelbare school, Jack Verminder, die vader, die hield van de Ray Conniff Singers. En toen ging ik thuis ook, dan kocht je bij concerten of zo een plaat van de Ray Conniff Singers. En dat was, lichter kan het haast niet. En dat vond ze ook verschrikkelijk als ik dat draaide. Zippity-doo-da, zippity-dee. My oh my, what a wonderful day. Maybe the sun. Nou, dat gaat zo door. En daardoor ben ik mijn jeugd doorgekomen eigenlijk. Door die bevrijdende muziek die eigenlijk niet mocht. Want je moest eigenlijk. Want ik werd wel lid van de klassieke luisterkring. Dat had je toen. Dus als ik even samenvat wat ik hoor. Dan heb je een moeder die jou heeft opgevoed in een soort angstcocon. Ja, over de en een vader die streng op de fouten keek. Ja. En jouw manier om je daar subversief toe te verhouden als tiener was door juist
in die lichtzinnigheid en creativiteit. En ja. Daar je de subversiviteit in te ontdekken. En dan langzaam je te ontluiken in die televisiewereld. Waar ook weer door highbrow mensen een beetje op werd neergekeken. En terwijl je eigenlijk zeg maar, naar klassieke muziek moest luisteren of boeken moest lezen. En daar in die televisiewereld, daar kon je die creativiteit helemaal in uitleven. Ja. Zoiets. Nou, en we konden klopt ook... het beeld? Ja, dat klopt of wel. Maak je er nu een soort karikatuur van? Nee. En we konden ook in die highbrow wereld ook ons eigen geluid laten horen. Want een van de eerste uitzendingen bij de VPRO uit dit theater dus. Want dat is grappig. Ramses Shaffi heeft hier ook in onze uitzending gestaan. Maar een van de eerste uitzendingen hadden we de zanger... een Amsterdamse zanger die, het was toen een heel populair liedje, meisjes, meisjes zijn lief, meisjes zijn dit, meisjes zijn dit. En toen hadden we Jannie Langbroek, die deed de eindredactie van ons programma. En was ook een hoogstaande vrouw en is ook een hoogstaande vrouw. En die ook de film inkopen deed, maar ook allemaal heel serieus. En wij dachten, nou, dat zal wel hard aankomen. Zij zat in de zaal en ze wisten nooit wat we deden. Nog steeds weet niemand wat Damien en ik doen. We doen gewoon onze eigen gang altijd. En zij zat in de zaal en dan kwam die Amsterdamse zanger. Meisjes zijn lief en nou elkaar een hand geven. En ja, meisjes zijn dit. En Jannie deed meteen mee ook. En die zei de afloop, wat een leuke zanger was dat. En zo. Dus dat je ook eigenlijk weer een vooroordeel had over de VPRO-mensen. Want dat... Sommige mensen, zoals Jerry Duins, die vond André van Duin weer ontzettend leuk. Maar ik vond het wel leuk om gewoon de grenzen op te zoeken eigenlijk. En, ja. En vooral je eigen grenzen of je eigen breedte in smaak. Dat je bepaalde dingen leuk vindt die andere mensen niet leuk vinden. Zo. Ja. Dus ja. Een soort speeltuin waar je dingen in kan uitproberen om te zien wat werkt en wat niet werkt of zo. Dus echt... Ja, maar ook dat je ook lichte schrijvers, waar er nou in onze uitzending van TOCV ook Francis van Broekhuizen, die had een boek geschreven ook. Was ook een leuke uitzending met Matthijs over Callas. En dat hoort dan eigenlijk niet in een literatuurprogramma. Maar ik zou eigenlijk een literatuurprogramma willen maken met alles door elkaar eigenlijk. En ook makkelijk. Nou, ik heb jou ook wel eens geïnterviewd als Dolman in de vensterbank. Tot, ja. Ja, en dat was toch ook een ontspannen gesprek. En mag ik even met de vingercamera je ogen zien ook en alles. Ja, je doet zelf bij de VPRO-televisie de snijtafel. Klopt. Je analyseert televisieprogramma's. Maar dit, ja, dat zie je jezelf ook. Want hier heb ik dan weer een afkijkding. Dan krijg je het Drosten-effect. Zo. Nee, dit heb je nog niet meegemaakt, hè, in een televisieprogramma. Nee, dit is wel erg dichtbij, dat klopt. Ja. Nee, maar kijk, maar het kan wel. Ja. En je ziet het, het heeft een kleine vertraging, want het gaat via wifi naar het scherm. Dus je kan net jezelf zien. Kijk, als je dit doet en draait snel om, dan zie je het nog. Je bent kinderachtig, hè. Maar dit is toch wel leuk. Ik word een beetje in verlegenheid gebracht. Ja, maar je mond ook. Dat is ook wel leuk, dat ik vind dat het wel kan. Kan je ons praten? Nieuwe vorm van televisie die extra dicht bij de mensen komt, hè? Ja, dat is wel, ik denk dat heel goed past in een cultuur waarin het alles steeds sentimenteler wordt en steeds dichter op de mensen en op de huid van de mensen. Ja. Dus kun je misschien ook steeds meer met vingercamera's werken. Ik vind het wel een hit eigenlijk. Dit is ook wel een leuk beeld. Ik denk dat het wel, ik vind het wel confronterend denk om terug te zien. Ja, maar je kan het hebben. Ja, dat scheelt wel weer ook hoor. Ik vind het zo leuk om altijd te experimenteren. Ja, dan kan je mij niet eens op de snijtafel leggen. Ik vond het heel leuk, omdat wij keken dat vroeger altijd. Dolmans Vrolijke Vrijdag. Dat is eigenlijk het allereerste programma wat ik van jou heb gezien. Dat was begin jaren 90. Toen was ik zelf... Annie en Bert heb ik trouwens ook gezien als kind. Maar toen wist ik nog niet dat jij daar als maker achter zat, zeg maar. Oh ja. En Dolmans Vrolijke Vrijdag, dat keken we altijd trouw elke vrijdagavond. Ja, dat was eigenlijk ook toen geen... Toen ik 11, 12 was. Het was eigenlijk geen VPRO-programma. Nee, dat vond ik hele subversieve. Vrijdag. Dat vond ik subversieve, frisse, gekke televisie. Dat vond ik goed. Oh, ja. Toen keek ik ook Paul de Leeuw. Die had de Schreeuw van de Leeuw. En Dolmans Vrolijke Vrijdag. Dat vond ik...
als toen ik net begon te pieperen, toen dacht ik van, dit is echt anders. Dit is subversief en raar en gek en eigenzinnig. Ja, dus daar ken ik van. Ja. Maar vond je niet travestie raar dan? Sorry? Want ik speelde toch een rare vrouw. Ik heb daar nooit echt over nagedacht. Ik bedoel, dat nam ik gewoon aan voor wat het was. Nou, mijn kinderen vinden bovendien ook altijd leuk en jongere verkleedpartijen en rare effecten eigenlijk en afwijkende. Ik ben eigenlijk veel meer bezig geweest met waarom je die dominee altijd vertolkt. Oh, die ja. Ik ook veel heb gezien, maar ik bedoel, wat, of dat ook iets te waarom een dominee? Nou, ik had bij Radio Stad, was ik bij Dolman begonnen, dus 46 jaar geleden. En Leo Jacobs, die ontzettend aardig was, maar die had een tante die een beetje op Dolman leek. Dus hij wilde eigenlijk Dolman eruit gooien. Maar Janka Michelt, die einddirecteur was, die wilde het inhouden. Maar toen na een paar jaar, toen wilden ze eigenlijk stoppen. En dat vertelde Janka Michelt. Ik moest bij Leo Jacobs komen. En Leo Jacobs zou zeggen dat hij met Margaret Dolman wilde stoppen. En toen kwam ik bij hem. En toen, voordat hij het woord nam, zei ik van, nou, ik vind het leuk hier om te zijn. Maar ik vind eigenlijk, ik heb nu 10 minuten per week. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje weinig. Kan ik niet een uur krijgen? En je verwachtte dat hij zou zeggen van, nou, rot op. Maar hij zei van, goh, wat een goed idee. Zou je zondag uitzending willen maken? Ik zat dat op vrijdag van 5 tot 6. Ik zei, ja, dat lijkt me wel goed, ja. En dan mogen mensen bellen. En dan, dus toen is Dolman van de vrijdag van 10 minuten naar een uur gegaan, naar de zondagmiddag. En toen dacht ik, ja, dan is het wel leuk om een dominee te doen. En ik had wel eens een dominee gedaan bij Piet Ponskaart, bij Jan Lentverinken voor VPRO Radio. En toen dacht ik van, nou, een dominee. En eerst was het een beetje vieze dominee met vlekken. En langzamerhand ben ik het ook steeds mezelf geworden. En ik heb het nooit over het geloof. En daarom vinden dominees het ook altijd heel leuk. En dan moet ik ook wel... Ik heb wel eens opgetreden voor een vereniging van progressieve dominees in Utrecht. Waar 200 dominees in een kerk. En die bestonden zoveel jaar. Toen was ik als dominee Gremdaad ze toespreken. En nu reageer je altijd op het nieuws, toch? Als dominee Gremdaad. Ja, ik ga ook weer bij dat 7:30 programma door van SBS. Want je kan... Nou, ik vind het toch wel leuk om je mening te verkondigen. En ook om wat vrede proberen te brengen. Ja. En wat... Nou, ik heb ook wel eens thema dat tegenwoordig in Nederland in de publiciteit altijd van de mug een olifant maken. Dat we meer van de olifant weer een mug moeten maken eigenlijk. Dus niet alles opblazen eigenlijk, maar een beetje dimmen, een beetje weer een beetje normaal doen. En dat ga ik ook de komende tijd weer doen. Nou, ik vind het nog steeds leuk om te doen. En dat heeft te maken natuurlijk met de vrijheid die Damien en ik altijd hebben bevochten om dat we nooit, we hebben hier in het theater, toen we dat 30 jaar geleden overnamen van Sito Hoving, hebben we ook nooit subsidie gewild, nooit subsidie gevraagd. Ja. Omdat we niet tegen een commissie kunnen die dan gaat bepalen wat er geprogrammeerd wordt. Ik wilde Hans Thewe hebben en Gretje Kouwveld. Dus alles door elkaar eigenlijk. Ja. Dus zelfs bij de VPRO. Ik heb hetzelfde, die ambivalente gevoelens naar geldstromen. Je wil gewoon vrij zijn. Dat heb ik zelf ook heel sterk, ja. Dus ik herken dat meteen. Want door wie word jij nou gefinancierd? Ik betaal het gewoon zelf. Oh. Dus vooralsnog kost het project me heel veel geld. Maar ik ga gewoon vanuit dat het een lange termijn investering is. Ja, nou, wat een goed zo idee. Zo zie ik dat gewoon. Ja. Dus ik ga er gewoon blind in. Ik wil het gewoon maken. En dan zien we wel wanneer er iets uitkomt. Het moet eigenlijk gewoon een organisatie zijn die ons dan financiert. Want wij hebben bijna 200 uitzendingen gemaakt van Troost TV. En nou, gisteren ook weer met heel veel plezier. Met schakelingen naar mensen over de hele wereld. Maar dat levert ook niet op. Want we wilden... Nou, wij hebben ook een paar duizend kijkers. En het heeft ook geen zin om adverteerders erbij te halen. Of sponsoring ook. Ja. Maar dat het mag, je moet dat gewoon altijd even laten bestaan. En dan op den duur kan daar iets van terechtkomen, zoals ik. Ja. Ik geloof alleen maar in die lange termijn investeringen. En dan kun je plannen volgen. Dat is ook datzelfde. Maar hoe hou je het hoofd dan boven water nu?
Nou, goede vraag. Dat is lastig. Maar nee, ik doe altijd heel veel verschillende dingen. Ik geef ook één dag in de week les op een theaterschool. Ik maak ook theater. Dus ik treed ook op. Dat is de afgelopen 2 jaar ook lastig geweest. Maar ik ben ook bezig met schrijven. Ik probeer gewoon al die projecten een beetje met elkaar te bedruipen. Want je bent ook met een nieuwe roman bezig. Ik ben heel lang bezig geweest met een boek. Maar dat heb ik weggelegd. Dat heb ik eigenlijk geofferd. Heb ik in de... En wat voor les geef je dan op de theaterschool? Ja, dus creatief schrijven. Dat is toch leuk. Dat is heel leuk. Dat is echt het leukste. Dat is eigenlijk een van de leukste dagen van de week steeds. Ja. En heb je ook al leerlingen waarvan je denkt van, nou, die gaan het wel maken? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat mag je niet zeggen, nee, natuurlijk. Nee, ik ga daar helemaal niks over zeggen. Nee. Nee. Ja. Nou, leuk. Maar het is de laatste uitzending, dus we moeten misschien op jou eindigen. Een beetje reclame maken van mezelf. Ja. Ja, ja, want, nou, je bevlogenheid. Ja, je hoopt eigenlijk altijd dat iemand dat oppikt en dan gaat zeggen van oké, dit moet bedropen worden. Maar, ja. Maar ja, eigenlijk volgens mij de beste constructie denkbaar is het mecenaat. Dus dat rijke investeerders gaan zien dat giften aan kunsten en kunstenaars volledig vaak ook belastingaftrekbaar zijn. Het is ook heel goed om geld te geven aan creatives die... Ja. Weet je, het is ook een beetje een sticker of een stempeltje. En ik snap niet dat rijke mensen in Nederland dat niet zien, dat niet begrijpen. Dat het heel... Dus stel, ik zou multimiljonair in Nederland zijn. Ja. Dan zou ik het natuurlijk een heel goed idee vinden om een stickertje op Paul Hanen te plakken en op Michielma en op andere creatieve initiatieven. Dat kost maar heel weinig geld. Ja. En dan kunnen zij gewoon creatief vrij zijn. Maar ja, op een of andere manier komen mensen daar niet op. Dus dit is eigenlijk een manier om dat even meta te maken, zodat mensen die gedachten kunnen ontwikkelen. Want daar moet je toch op de duur van hebben. Ja, maar moeten we dan niet een organisatie oprichten ook, waarin mensen kunnen starten, eigenlijk. Ja, dat zou nog beter zijn. Hele rijke cabaretiers. Ja, Joep van Dijk is heel rijk. André van Duin is heel rijk, denk ik. Maar de moet... wat het moeilijkste is om... En Joep van Ende natuurlijk sowieso. Wat het moeilijkste is om die geldstromen volledig... hoe zeg je dat? Los te laten bestaan van de creatieve... Ja. Impulsen die je voelt. Nee, ze mogen niet gaan zeggen van nou, omdat jij dit en dat gezegd hebt, trek ik het geld terug. Dat is uitgesloten. Dit is misschien wel een mooi moment voor het volgende fragment. Ik heb ook gemerkt aan Zomergeesten dat het heel leuk is dat niet alleen de gast, maar ook ik fragmenten meebreng. Ja. En dit fragment zat al in mijn hoofd na 20 minuten van het gesprek, maar nu ga ik hem van stal halen. Ja, want ik denk al de hele tijd aan van dit moet ik jou voorleggen. En dit is Frank Zappa. Ik ga het heel even kort inleiden. Ja. Dus ik luister naar een stukje van een interview van Frank Zappa. En waarin hij zegt hoe het kan dat in de jaren 60 en 70 zo ontzettend rijke periode is geweest voor de muziek. En waar dat er komt. En in zijn ogen komt dat door hoe mensen eigenlijk creatievelingen vrij hebben gelaten. En hij zegt, wat er is veranderd is dat er steeds meer management druk heeft uitgeoefend. Ja. En ik vind het, denk ik, een boeiend citaat. En waar ik dus over wil kletsen is... nee, dat ga ik daarna zeggen. Dit is de inleiding. Dus we gaan nu kijken naar Frank Zappa. Remember the 60s? You know, that era that a lot of people, you know, have these glorious memories of. Which, they really weren't that great those years. But one thing that did happen during the 60s was some music of an unusual or experimental nature did get recorded and did get released. Now look at who the executives were in those companies at those times. Not hip young guys. These were cigar-chomping old guys who looked at the product that came and said, I don't know. Who knows what it is? Record it, stick it out. If it sells, all right. We were better off with those guys than we are now with the supposedly hip young executives, you know, who are making the decisions of what people should see and hear in the marketplace. The young guys are more conservative and more dangerous to the art form than the old guys with the cigars ever were. And you know how these young guys got in there? The old guy with a cigar, one day he goes, well, I took a chance. It went out and we sold a few million units. All right, I don't know. I don't know what it is. Well, we got to do more of it. I need some advice. Let's get a hippie in here. So they hire a hippie. They're bringing the guy with the long hair. Now, they're not going to trust him to do anything except carry coffee and bring the mail in and out. He starts in there.
carry the coffee? Well, we can trust him. He brought the coffee 4 times on time. Let's give him a real job. Okay, he becomes an A&R man. From there, you know, moving up and up and up, next thing you know, he's got his feet on the desk, and he's saying, well, we can't take a chance on this, because it's just simply, that's not what the kids really want, and I know. You know, and they got that attitude. And the day you get rid of that attitude and get back to, who knows, take a chance, you know, that entrepreneurial spirit where even if you don't like or understand what the record is that's coming in the door, the person who is in the executive chair may not be the final arbiter of taste of the entire population, you know? Maar ja, dit, en bovendien klopt het ook, je kan het ook helemaal op de Nederlandse situatie brengen eigenlijk. Dat je in de jaren 60, dat artiesten de vrijheid kregen, de zangers eigenlijk, de componisten eigenlijk en de televisiemakers, dat je naar de Hoepla kreeg bij de VPRO en... Dat ze bij de VPRO ook zeiden, nou maak het maar en we zien wel. En bij de VPRO zagen ze het ook pas als het al uitgezonden was, helemaal geen controle vooraf. En dat je nu alles onder controle moet zijn. Maar je moet... maar eigenlijk zou die tijd weer terug moeten dat een manager of een omroep, dat die... gelooft in het enthousiasme van iemand die iets wil brengen. En dan maar kijken wat het wordt. Maar dat kan niet meer. Ja. Het is helemaal dichtgetimmerd, denk ik. Ja, wat ik boeiend vind aan ons gesprek is dat ik in jou heel erg dat knutselachtige plezier zie, wat noodzakelijk is om überhaupt iets van de grond te krijgen. Ja, je probeert gewoon allerlei dingen uit en dit werkt of dat werkt niet en we zien wel. En het gaat ja, met die onbevangen nieuwsgierigheid die ook al in die TGV-trein zit als je naar dat tafeltje kijkt. En ik denk dat ik daarom ook aan dit citaat van Frank Zappa moest terug. Ik denk heel vaak aan dit citaat, want ik vind het een heel waardevol citaat. Maar ik moest er nu ook weer aan denken, want ik denk dat hij hier... bevrijd door het op deze manier te benaderen, is dat er gewoon ruimte ontstaat om te knutselen en te experimenteren en met die poppen te spelen en te kijken wat er dan ook uit ontstaat. En als je dat niet kan doen, dan kun je überhaupt, dan is er geen ruimte voor creativiteit en dan kunnen er ook geen mooie dingen ontstaan. En ik was eigenlijk benieuwd, ja, ik dacht dat is misschien interessant om daarover op door te denken even. Dat er weer een situatie moet ontstaan waarin jonge mensen ook de vrijheid krijgen eigenlijk. Ja. Dat je niet alles moet willen begrijpen eigenlijk. Ja, precies, dat is het punt. Nou, dat heb ik ook wel met Gumba eigenlijk bij eigenlijk zou je dat ook een fragment kunnen hebben. Gumba in de Volkskrant, of Gumba zal ik zeggen. Ja. Hij komt trouwens hier ook weer optreden. Maar hij heeft dat je, echt met dat hij niet bestaande boektitels opzomt. Ja, luidt hij hier met video en met de beamer, laat je het allemaal zien. Maar dat je dat soms ook niet begrijpt. Ik begrijp het soms niet. Maar ik vind het wel leuk. Ja. Soms is het ook leuk als je iets niet begrijpt. Maar dan, als je het enthousiasme ziet van iemand die iets doet. En je begrijpt het niet, maar je voelt wel het enthousiasme. Dan denk je, nou die moet doorgaan. Ja. Dat zo denken ze helemaal niet natuurlijk in Hilversum. Ze willen alles begrijpen. Ja. Eigenlijk. Er was ooit eens een collega van mij. Die bracht een anekdote mee. Dat vond ik heel boeiend. Zij zei. Ze had een zoontje van, laten we zeggen, 4 of 5. En die zat te knutselen. En de knutselopdracht was dat ze van een eierdoos een kerstboom moesten maken. Oh. En hij had die kerstboom of die eierdoos rood geverfd. En toen was die moeder een soort van op het matje geroepen of zoiets. Want er was toch iets raars met dit kind aan de hand. Want een kerstboom is toch niet rood? Een kerstboom is groen. Oh. En toen had die moeder gezegd van een kerstboom is ook geen eierdoos. En wat ik een heel gevat antwoord vond van die moeder. En ik weet niet of ik dit alle
punten van het verhaal goed heb onthouden. Maar dit heb ik altijd onthouden als een hele belangrijke anekdote. Omdat hier zit de grote misvatting over wat creativiteit is in. En dit is een beetje, die school staat dan voor die managementlagen die ook in die publieke omroep gaan zitten. En dat wat hij dan die hipster met dat fingerspitzengevoel noemt. Van dat mensen weten wat je moet maken en wat creatief zijn is. En dat opleggen. Terwijl creatief zijn is gewoon losgaan op die eierdoos. Wat er dan ook uitkomt. Nee, want het is dan die mensen van die eierdoos, die hebben dat inderdaad helemaal berekend. En wat moeten we nu, een prullenmand of een eierdoos? Maar ze moeten iets wat niks met een kerstboom te maken heeft, daar moeten ze een kerstboom van maken, eigenlijk. Dat is hun gedachte. Maar dat leggen ze inderdaad op. En dat gaat niet van de kinderen zelf uit. En het is juist heel creatief als een kind denkt van, ja, daar krijg je toch geen kerstboom van maken. Ik ga hem rood verven. En dan is hij klaar. Is hij ook snel klaar. En dan zijn de anderen teleurgesteld. Maar het is heel gemeen. Ik vind het een hele gemene opdracht. En het is ook een hele weerzinwekkende tendens eigenlijk, dat het management gaat bepalen wat creatief is. En niet de kinderen zelf. Dat je niet die ontwikkeling stimuleert eigenlijk. Ja. De eigen ontwikkeling. Ja, en dat is toch iets waar ik dan aan moet denken. Wat je om je heen ziet gebeuren. Ja, ja. Daar moet tegenwicht gegeven worden. Er zat iemand in de trein en daar zat een kindje en die zat stickers op een boekje te plakken. En dat is dan een boekje waar dan een boerderijtje en een boompje op staat. En die had dan zo'n mannetje op een dak stickers. En die moeder die zei ook van, ja, maar dat mannetje hoort er niet op het dak. En toen dacht ik ook van, ik ging me er niet mee bemoeien. Maar ik dacht van, ja, maar waarom niet? Waarom mag de boer niet op het dak staan of zo? Daar werd al de creatieve impuls weer onderdrukt, vond ik. Ja. Ik vind dat toch schandalig op zo'n moment. Dat vind ik toch heftig. Ja, maar eigenlijk moest je misschien, jammer dat je er niet mee mag bemoeien dan, ja. Dat mag wel, maar dat vind ik ook, zegt, waarom mag dat mannetje niet op het dak staan? Maar dan denken ze meteen, dat is gevaarlijk. Denkt zo'n moeder natuurlijk. Weet je wat, dat is gevaarlijk, is een mannetje op het dak. En zo gaan ze de fantasie inperken eigenlijk. Je hebt eigenlijk gewoon zo'n man met zijn sigaar nodig die zegt van, ik weet niet wat het is, maar het werkt dus bij gang. Ja. Ja. Die kant moeten we weer op. Ja, jij zei net dat nu in de televisiewereld steeds minder gebeurt. En dat je weer zou moeten bevrijden. Ja. Maar is die bevrijding niet gewoon het internet? Is dat niet gewoon de bevrijding van de vormen en de mogelijkheden en de speelruimte? Jawel, voor een deel wel. Maar mensen vinden het ook leuk om gezamenlijk naar iets te kijken. Naar een voetbalwedstrijd of naar het Eurovisie Songfestival. Of naar een bevrijdingsuitzending. Daar maak ik zomergeesten. Ja. Dan kunnen mensen weer gezellig het internet samen kijken. Jawel, maar dan zou je ook een bepaald, ja, dit wordt ook gelijk uitgezonden met zomergeesten. Maar eigenlijk zou je ook, maar het gebeurt ook wel met het internet ook. Ik heb nu een podcast, de Margaret Domman podcast. En die doe ik wanneer ik zin heb eigenlijk. En dan, maar eigenlijk moet je alles op vaste tijden hebben. De mensen, ook de podcastmensen, die willen gewoon op een vaste tijd vermaakt worden. Ja, precies. Maar dan zou het wel kunnen. Jawel, maar ik vind het ook wel zonde van de hele televisie. Eigenlijk zou SBS6, die zou gewoon de ruimte moeten geven. Zoals de ruimte geven aan Johan Derksen eigenlijk, zoals John de Mol. Zo moeten wij eigenlijk die ruimte ook krijgen. Dat je de totale vrijheid hebt. Maar dan een ander soort vrijheid dan de voetbalvrijheid. Ik moet nu meteen weer aan weer een ander fragmentje denken. Maar dan moet ik even kijken of ik het kan vinden. Maar dat staat op. Ik denk, ik had van de week een screenshot gemaakt hiervan. Dus dit is in 1999. En David Bowie is heel enthousiast over het internet. En ik denk dat in die tijd waren heel weinig mensen echt enthousiast over internet. Ik had ook pas op 2004 of zo echt internet op mijn kamer en zo. En David Bowie die zegt van, ja, maar de mogelijkheden kunnen we ons nu nog niet voorstellen. Impactvol dat gaat zijn. En dat en die presentator vraagt na van ja, maar dat internet, die is een beetje
En die buigen het over doen. En dan gaat David Bowie los op hoe hij daarnaar kijkt. En dat momentje wil ik even laten zien. Dat is heel mooi. But what is it specifically about the internet? I mean, anybody can say anything. And it all adds up to what? I mean, it seems to me there's nothing cohesive about it in the way that there was something cohesive about the youth revolution in music. Oh, but absolutely. And because I think that we, at the time, up until at least the mid-70s, really felt that we were still living under the... in the guise of a single and absolute created society, where there were known truths and known lies, and there was no kind of duplicity or pluralism about the things that we believed in. That started to break down rapidly in the 70s, and the idea of a duality in the way that we live, in there are always two, three, four, five sides to every question, that the singularity disappeared. And that, I believe, has produced such a medium as the internet, which absolutely establishes and shows us that we are living in total fragmentation. You don't think that some of the claims being made for it are hugely exaggerated? I mean, when the telephone was invented, people made amazing claims for it. I know, the president, for example. The president at the time, when it was first invented, he was outrageous. He said he foresaw the day in the future when every town in America would have a telephone. Now that, what, how dare he claim like that? Absolute bullshit. No, you see, I don't agree. I think the internet, I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool though, isn't it? No, it's not. No. Nou, het is een alien life form. Ja, dit was het citaat. Och, ja. 1999, dat is toch mooi dat hij dat ja, zo dat ziet? Hij zo'n vooruitziende blik had eigenlijk ook. Maar het is ook, als je terug traceert hoe hij die blik, wat hij ziet erin, is het ook helemaal niet zo'n gekke gedachte. Het is eigenlijk, hij ligt voor het oprapen, maar hij raapt hem op. Ja, tuurlijk. Maar hij zegt van, ja, in de jaren 70, die tijd heeft de grond gelegd voor het internet. Want die tijd, daar is de ontdekking geweest van alles in absolute termen zien naar een pluriform idee van wat waarheid is. Met minimaal 5-6 standpunten voor elk onderwerp, de totale fragmentatie. En dat heeft de architectuur gelegd voor zoiets als het internet. En wat we daarmee kunnen, die tool, dat kunnen we nu ons nog niet eens voorstellen. Dat zou ik het even parafraseren, wat hij zegt. Ja, maar het is toch mooi dat hij dat, dat hij het zo op die manier kan analyseren eigenlijk. Dat hij niet argwaan heeft voor de nieuwe ontwikkelingen eigenlijk. Zoals een ander zou doen. Ja, dat je dan denkt van, nou, het zal wel, is het echt zo. Wat we zelf eigenlijk ook wel hebben. Tenminste, ik had het wel met internet, dat, maar ook met de nieuwe telefoons eigenlijk. Dat je dacht van, zou dat wel gaan? Of met, vroeger een blad mensengevoelens. En dat werd gedrukt door, gewoon een drukker. Met drukvellen en alle foto's moesten apart afgerekend worden en berekend worden, en dan ging het naar de drukker. En toen het digitaal werd, dacht ik ook van, ja, een blad digitaal maken. Dus je hebt zelf eigenlijk wel, ik heb wel dat ik argwanend ben naar de toekomst, wat dus David Bowie dus helemaal niet heeft. Ja. Maar dat ik wel denk van, we moeten het nog zien of zo. Dat je het niet in eerste instantie gelooft, eigenlijk. Maar het is toch interessant dat want als ik naar je allereerste filmpje kijk van de TGV, nogmaals, ik haal hem nu vaak aan vandaag, daar zit een bepaald soort brutaliteit en plezier in. Je legt het ook uit van, nou, waarom ook niet die hele traagte in beeld brengen. En dus daar doe jij voor mij wat David Bowie hier predikt. Namelijk gewoon helemaal waar je zin in hebt. En op zo'n manier dat mensen die daar wat mee kunnen, weer kunnen aansluiten. Ja. En toch heb je zelf een nostalgie of een verlangen naar die oude vormen en oude
tradities. En dus voor jou is dat een soort strijd in je hoofd dan, toch? Nee, dat niet. Ik heb helemaal geen verlangen naar oude... Eergisteren, toen wij kwamen Damien en ik aan uit Zuid-Frankrijk op het Gare du Nord. Daar hadden we de Thalys zouden we nemen naar Amsterdam. En toen kwam echt een gigantische stort bij. En wij zaten op het terrasje eigenlijk. En eigenlijk, we zaten op het terrasje en we moesten die overstap maken. Maar het was echt, je zag nu ook beelden van metrostations die helemaal ondergelopen waren. Dus echt zo gigantisch. En we hadden dus helemaal dit aan, dus helemaal verder geen regio's of zo. En toen heb ik dat ook gefilmd. Maar het grappige was dat de ober van het terras tegenover Gare du Nord, dat die ook ging filmen. Dus dat je ineens na 3 maanden droogte, dat mensen ineens verbaasd waren. Zo ziet regen er dus uit. En wat mooi, een wonder. En hij zat echt vanaf en toen heb ik dat weer gefilmd. Oh ja. Dat hij dat weer aan het filmen was. En toen hadden we gisteren een uitzending van Troost TV. Dat hebben we ook meteen uitgezonden. Onze beleving op het terras tegenover Gare du Nord. Eigenlijk. Dus ik heb dan die vrijheid van vroeger, die was leuk. Ik ben zo dankbaar dat de techniek zo ver is gekomen. Dat mijn hele leven lang de techniek waar maakt waar ik zin in heb. Dus vanaf de Video 8 camera, later Hi8 camera en daarna de DV camera. En nu met de telefoon. Dat ik steeds door ben kunnen gaan. Want zonder de techniek was ik al lang dood geweest. Was het gestopt eigenlijk. En dat het theater... Zonder de techniek zat je misschien wel bij een kampvuur met 2 Ernie en Bert poppen zo het schaduwspel te maken op de muur of zo. Ja, maar dat zou ik toch weer niet hebben. Dat heb ik eigenlijk niet. Het moet altijd met techniek te maken hebben. Dat vind ik nu ook met de podcast. Met de podcast vind ik het nu ook leuk. Dat ik gewoon met de garageband, zeg maar, de stemmen onder elkaar kan doen. En ook helemaal, dat het een paar minuten later online is. En dat je het eerst schrijft en hardop de dialoog doet tussen Dolman en Buster Fontein eigenlijk over de actualiteit, maar ook over het misbruik wat Buster Fontein in zijn verleden heeft moeten ondergaan van een vervangende moeder, omdat zijn eigen moeder Margot Fontein aan het dansen was, werd hij opgevoed door een vervangende moeder, maar die was ook handtastelijk. En dan vind ik het leuk om dan die dialogen te doen. Dus ik doe het dan in 2 keer. Dus 1 keer doe ik de Dolman stem. En dan, of in dit geval heb ik Buster eerder opgenomen, zodat Dolman meteen kan zeggen: goh, u bent ook niet makkelijk, hè? Dat je gewoon de hele begripvolle stem op kan zetten. En nu met een microfoon en koptelefoon heb ik de stem weer meer onder controle. Maar die techniek, die vind ik dan leuk. En dat je dan... ik ga dus niet editen. Dus ik ga niet de stemmen nog een beetje verschuiven. Als ik het niet red of als ik te laat ben met invallen, dan is het maar zo. En soms komt het dan juist heel natuurlijk over. Omdat je normaal ook al invult wat de ander wil gaan zeggen. Maar acteurs, die doen dat nooit. Die gaan nooit door de klaus van de ander heen praten. En ik kan dat heel makkelijk doen. Dus ik vind... Ja, ik geniet enorm van... maar ik had vroeger in de Javagalestraat, dat is een heel klein huisje, dus als de post binnenviel, dan hoorde je dat. Maar toen heb ik toch een constructie gemaakt met 2 contactpunten. Dat als de brievenklep van de brievenbus, als die, als de post doorkwam, dan had ik het gemaakt, dan maakte dat contact en dan ging er een belletje af. Dus de pratende brievenbus eigenlijk. Dus de brievenbus die geluid maakt. Dus dat vond ik ook leuk met de techniek. En ik kon het hele huis ook afluisteren. Ik had ook met Pionier radiobouwdoos had ik gemaakt. En dan weet je ook dat je van het oortelefoontje kan je een microfoontje maken als je die op een andere manier inpluchtte. En ik had overal contactjes in de kamers ook, zodat ik kon
gewoon horen wat er gezegd werd. Niet goed ook hoor, maar wel het idee. En van de telefoon had ik ook 2 draadjes afgetapt. Zodat ik ook de telefoongesprekken... Ik had doorverbonden naar boven. Ja. Ik kon de telefoongesprekken ook afluisteren. Maar het gaat... het gaat om de... het leuke van de techniek. Hoe oud was je toen? Toen was ik denk 16. Nou, toen ik die pionierbouwdoos had, ik denk 16, 17. Oh ja, en dan ging je alle je vader, je moeder en je familieleden afluisteren. Nou, en ook wel toen mijn broer Rob een verhouding had met een dansassistente. Die niet goed viel. Mijn broer was toen 18 en zij was 25 en had al een kind. En dat viel niet zo goed in onze familie. En toen heb ik met mijn moeder een keer een gesprek afgeluisterd. Dat heb ik wel weer in mijn dagboek ook een citaat van gemaakt. En zei ik tegen mijn moeder, mama, we kunnen het gesprek... Toen woonde ik, had ik een kamertje boven. We kunnen het gesprek afluisteren wat hij nu mee heeft. En konden we dat gewoon zo afluisteren. En kon ik dat later weer uitschrijven in mijn dagboek. Eigenlijk ook met citaten ook. Dus van mijn broer en van zijn vrouw Hella en zo. Oh, grappig. Ja. Dus er is altijd ook iets met techniek wat jou fascinatie heeft of zo? Ja. Waar je die creativiteit kan tot uiting komen vanwege dat je kan knutselen met... technische dingetjes. Nou, en met ook het schrijven, met toneelstukken schrijven. Ik heb wel veel toneelstukken geschreven. En het dialoog schrijven is altijd ook zo leuk. Dat je... als de een vraagt van... je hebt ook wel een hele moeilijke jeugd gehad, hè? En dat de ander zegt van... ja, maar daar wil ik het eigenlijk liever niet meer over hebben. En dat de een dan weer zegt van... nou, dan gaan we het toch wel over iets anders hebben. En dat even later de persoon dan weer terugkomt over die jeugd. Dat hij er eigenlijk wel over wil hebben. Maar dat je een gesprek geloofwaardig maakt. Dus Bob Guttering in de podcast... dat is dan een van die figuren die daarin voorkomen. Die vertelt dan dat zijn vrouw een verhouding heeft gekregen... met een vroegere schoolvriendin. Trudy Poppenbeuker. En dat die Bob onverwacht thuis kwam en dat hij de slaapkamerdeur opendeed en dat zijn vrouw omgekeerd aan het plafond hing en Trudy beneden. En dat Dolman zegt dan van, ja, dat kunt u wel vertellen, maar dat geloof ik helemaal niet. En dan zegt Bob van, nou, je hoeft ook helemaal niet te geloven, maar het is wel waar. En dan is het klaar, waardoor je dan toch denkt van, nou, misschien zou het toch wel waar zijn eigenlijk. Ja. Omdat hij niet gehecht is aan die waarheid. Want normaal zou je zeggen, nou ja, geloof je me niet dan? Maar als iemand meteen zegt van, ja, je hoeft me helemaal niet te geloven, maar goed, ik wil het toch even zeggen, dan... Dus met die waarheid spelen, dat is ontzettend leuk. En met de techniek. En dan zou ik toch denken dat zo'n citaat van David Bowie... muziek in je oren is. Want dat gaat over techniek. Want internet is natuurlijk ook een technologische revolutie. Alleen hij gelooft daar van tevoren al in. Oh, dat is de vooruitziende blik. Ja, precies. En dat had ik niet. Dus, ja. Dus ik denk, ik maak meteen gebruik ervan, ook met de splitscreen en met de autocue. Want je vroeger moest de autocue helemaal op papier en nu gaat het allemaal... maar in de eerste instantie geloof ik het niet. Maar als ik dan... als ik het meteen het bewijs zie, dan maak ik er wel meteen gebruik van. Ja. Dat geldt ook voor de dv-camera's en voor de telefoon eigenlijk ook. Dat je meteen met je eigen telefoon HD kan filmen. Ja. Ook. Dit is, En ook met het, toen we met Troost TV begonnen, dat Mark van Vliet zei van, ja, je kan via YouTube kan je gewoon rechtstreeks uitzenden. En dat dan, en ik vind, nou, zou je echt rechtstreeks uit kunnen zenden zonder dat er een omroep mee te maken heeft en dat het wereldwijd ontvangen wordt? Want dat was het grappige toen de NOS, het NPO, het uitzond. Toen kreeg je de regioblokkade. Dus toen konden ze ineens in Thailand het niet meer zien, waar we ook kijkers hebben. Maar dat ineens kan. En dan ga ik er wel volledig in mee. Ja. Eigenlijk. Grappig, ja. Ja. Nu het even pauze is, kan ik nog 1 keer met de pet rond, zoals dat in het theater zo mooi heet. Mocht het zo zijn dat je dit project een warm hart toedraagt en dat wil concretiseren,
Meld je dan aan bij Patreon of bij Petje Af. De links vind je in de beschrijving onder deze video. Het is heel eenvoudig en weet dat je me, zoals ik eigenlijk net al zei, ontzettend helpt. Niet alleen om dit programma nu, maar ook in de toekomst te kunnen blijven maken. Dus mocht je dat willen doen, heel erg dank en veel plezier met de rest van deze uitzending. We hebben even gepauzeerd voor het laatste gedeelte van het gesprek. En toen hadden we even kort over waar zouden we nu heen kunnen gaan? En toen zei je Gerard Reven. Ja, nou omdat het voor mij een, in mijn zoektocht in mijn leven en met mijn ontluikende homoseksualiteit of ontluikende homoseksualiteit. Vanaf mijn zevende had ik al homoseksuele gevoelens eigenlijk. En daar zat je, dat kon je niet, je kon dat op geen enkele manier uiten eigenlijk. Ik was ook altijd bang dat als ik daarmee voor de dag zou komen, dat je je vast zouden binden en injecties zouden geven om er vanaf te komen. Want ik wilde er helemaal niet vanaf komen. En wij in mijn tijd, dus in de jaren 50, 60, had je als homoseksueel Albert Mol. En dat was geen vrolijk vooruitzicht eigenlijk als je zo zou worden. En later heb ik hem gefilmd. Nou, later bleek dat Albert Mol dus dan aardig was. En in de laatste fase heb ik Albert Mol samen met Jeroen Krabbé nog geïnterviewd, ook in de laatste maanden voor zijn overlijden. Maar de groene, dat is iets heel anders. Maar het zou ook nog wel een mooi fragment kunnen zijn. Maar in die tijd dacht je, god, ik hoop niet dat ik zo word. Zo'n nicht en met een klapperend gebit en dat en dat. En toen ik Reven zag, G.K. van Reven, in literaire ontmoetingen, was daar weer op terug, op een heel mooi, integer programma. Han Gompers was een literatuurcriticus, die interviewde dan de belangrijke schrijvers, zoals Harry Mulisch, C.S. Notenboom, en ook G.K. van Reven, Geert Cornelis van Reven. En op een hele integere manier. En ook één op één. Dus ook niet met sensatie en niet met schakelingen. En niet met idiote decors. Maar gewoon aan een tafel. En in die uitzending vertelde Reven dat hij homoseksueel was. En dat de mensen het daar maar mee moesten doen. En dat was zo opmerkelijk, omdat G.K. van Reven toen al een groot schrijver was. De Avonden, dat was een bestseller in die tijd eigenlijk. En ook heel toonaangevend. En later ook op weg naar het einde, die brievenboeken, die heb ik ook allemaal gelezen. En dat Reven ook zei van, de tijd om begrip te vragen, die is voorbij. Gewoon met de vuist op tafel, op de barricade. We hebben recht op leven. En dat was voor mij enorme steun. En op die manier heb ik het ook tegen mijn vader verteld dat ik homoseksueel was. Want mijn vader was ook een bewonderaar van Gerard Cornelis van Reven. Dus dat zei ik ook tegen hem, dat hij, je houdt toch zo van Reven. En mijn vader zei van, ja, dat is een enorme stylist. Ik denk, ik ben ook zo een stylist. Ik zeg, nee, homoseksueel. En toen zei mijn vader, goed als het zo is, dan is het zo. En legde hij zich ook bij neer. Terwijl als ik het via Albert Mol had gedaan, dan was het een andere situatie geweest. Dus ik vind het wel leuk. En ik vond Reven, dat heb ik dan wel gelijk met Senator, dat ik de stem van Reven ook zo mooi vond. Zo een beetje zeurderige stem. Maar en laag ook. Maar heel mooi. We hebben hem toen ook nog in de uitzending gehad met Jan en Nico Haarsbroek. Toen dat die uitzending uit de Heilige Land Stichting, uit de kerk, het huwelijk met Tijgertje, geloof ik. Toen had hij bij ons een kinderverhalen, las hij voor, kindersprookjes ook. Maar Reven, dat vind ik, en het is eigenlijk ook hetzelfde met Sinatra, dat Reven dus ook allemaal brutale opmerkingen maakte over de Tjoekieboot terug naar Tokitokiland of zo, wat eigenlijk helemaal niet mocht, wat ook een rel was, wat Willem Frederik Hermans trouwens ook heeft gehad, dat die rellen veroorzaakte. En maar dat mis je nu een beetje, mensen die
die rellen veroorzaken. En die ook achter hun standpunt blijven staan. Nu is het meteen... God, ik had het niet mogen zeggen. God, erg, wat heb ik nou gezegd? Als ze een kordate uitspraak doen. Daarom mis ik Reven. Eigenlijk ook wel Geert Cornelis van het Reven. Ja. En ik hou van ook de mensen die foute opmerkingen maken. En misschien... ja, ook fout in het leven staan. Maar de kunst staat daar boven. Ja, ik vind op weg naar het einde vind ik zijn toon ook heel mooi. Heel gelaten en rustig en diep en beheerst. Ja. Dat is bijna alsof er een soort rijping heeft plaatsgevonden over zijn innerlijke stem. Die jij op papier... dat is volgens mij ook waar hij de vorm vindt van het schrijven van brieven. En... ja, dat klopt dan heel erg bij wie hij is. Dat hij, ja. Dat hij bijna als een soort van... ja, iemand die een kerkdienst geeft. En dan nog eventjes van... en nu laat ik u rustig alleen achter, luisteraar ja. Of lezer. En ja. Het gaat u goed. En dit was mijn brief aan u, onbekende. En ik weet niet, ik vind dat zo maar mooi. Een hele nieuwe stijl ja. Was dat ook. Maar die heel erg zo past bij wie hij is. Ja. Een echte hele eigenzinnige, eigengereide... figuur die doet wat, ja, die volgens mij ook niet kan zondigen tegenover zichzelf. Of hij kan ook niet iets doen waar hij zelf niet mee kan leven of nee. Zo. En dus hij leeft met de consequentie van, dus een rel die hij veroorzaakt, is ook niet iets waar hij volgens mij op uit is, maar meer zo van ja, maar ik kan niet leven met iets anders, dus ik wil niet verdeeld raken tegenover mezelf, dus dan leef ik met de consequentie van wat daaruit voortkomt. Ja. En zo hoor ik ook een beetje die opmerking van... ik ben homoseksueel en doe het er maar mee. Dat is zo van, ja, ik kan niet leven met dat ik daar hypocriet over ga zijn... of dat binnen ga houden of zo. Nee. Dus jij leeft maar met dat ik dit nu gezegd heb. Maar het was in die tijd... was het, ja, waar kan je het mee vergelijken met een bekentenis? Het was een schok eigenlijk ja. Door heel Nederland. Het was een rechtstreekse uitzending... Het was verbijsterend eigenlijk dat iemand... Het was ook live. Dat, ja, het was live dat iemand dat durfde te zeggen. Want in die tijd werd homoseksualiteit toch een beetje geassocieerd met de onderwereld. Met slecht zijn, met fout zijn, met die niet deugen. Al die etiketten kon je erop plakken met vies eigenlijk. Met ja, van alles en nog wat. Met pisbakken waar homo's elkaar ontmoeten eigenlijk. En Reven... dat was een keerpunt. Benno Premselaar, die voorzitter was van het COC. Dat was een keerpunt eigenlijk in de hele homo-emancipatie. En achter het nieuws, Bas Roodnapt, die een reportage maakte over het COC. Dat was een keerpunt eigenlijk. Maar voor mij was Reven eigenlijk het grote keerpunt. Dus dat zal ik eens even uitzetten. Het is een random fragmentje, maar we zullen ja. Zien. Maar waarom noem je jezelf dan wel christen? Want dat hoort toch wel bij de meeste opvattingen van het christendom? Ja, volgens mij is dat niet de essentiële betekenis van het christendom. Ik geloof dat het inhoudt dat wij uit de dood moeten opstaan, dat wij de dood moeten overwinnen in die zin dat wij de dood op een gegeven ogenblik als onbelangrijk moeten zien, als niet wezenlijk, als niet ter zake doend. Ik bedoel, het hele idee van de mens dat hij voor zichzelf een voortgezet bestaan na de dood opeist, is absurd, is dwaas, is ook de mens onwaardig. Het hele idee is al krankzinnig, want waarom zou er een dood moeten zijn? Omdat dan weer als we met aflevering 2 beginnen. Ja, het is een hele toon, hè? Wat valt je op aan die, wat hij hier nog zegt? Of ja, zijn toon. Nou, volgens mij heeft hij nu een andere. Heeft hij daarna een andere opvatting gekregen? Geloof ik dat hij wel nog in het hiernamaals gelooft, omdat hij katholiek geworden is, ja. Eigenlijk. En hier is het ook nog GK van het Reven, eigenlijk. Maar ik vind die. De toon spreekt mij enorm aan. Vind ik een heel rustgevende stem ja. Heeft hij. En enorm geestig. Theodor Holman haalt hem ook nog aan. Hij wordt nog vaak aangehaald eigenlijk in verhandelingen. Eigenlijk de uitspraken van Reven. Ja. Ik heb zelf ook nog een gedicht... gemaakt als Margriet Dolman over Reven. Ik geloof niet in God, ervaar dat niet als gemis, maar ik ben wel blij dat Gerard Reven er is. Het is wel heel simpel, maar wel gemeend was het. Ja, mooi.
Ja, je hebt ook die schrijver A.L. Snijders, die zei dat hij welgemeende deernis voelde voor het feit dat toen hij erachter kwam dat Harry Mulisch zich moest hebben gerealiseerd, dat hij in dezelfde tijd als Gerard Reven heeft geleefd en gewerkt. Ja. Dat voelde heel mooi. Ja. Zo'n welgemeende deernis voelde ik. Ja, en Mulisch zou zich graf omdraaien natuurlijk als ik dat zou horen. Ja, ja, maar ik bedoel, je kunt jezelf helemaal opblazen en de grootste vinden. Ja. Maar ergens moet je weten dat je dat die band, dat Gerard Reven er ook was. Ja. En die gewoon zijn gang ging. En dat is nog vrijer. Ja. Ja, dat vind ik heel mooi aan de figuur Gerard Reven. Dat hij, je ziet ook hierin weer hoe vrij hij is in zijn hoofd. In zijn, ja. Ja. Hij heeft alleen maar verantwoording te afleggen aan zichzelf. En je ziet aan zijn blik, hij is heel ernstig. Je ziet dat hij heel gewetenvol is. Eigenlijk neemt hij de vragen van het leven heel serieus en zijn leven serieus. Ja. Maar hij speelt wel een spel met zijn omgeving. Dus hij heeft heel veel controle en dat vind ik mooi om dat allemaal te zien. Maar dat heeft hij natuurlijk ook gemeen met Sinatra. Dat ze de kitsch niet uit de weg gaan en daar een nieuwe waarheid in vinden. Want daar heeft ook de grote Gerard Reven show heeft hij gedaan. Oh ja. En dat huwelijk in de Heilige Land stichting, in de kerk eigenlijk. Dat is allemaal... eigenlijk zou je een nieuw woord voor kitsch moeten vinden eigenlijk. Omdat het natuurlijk in die zin geen kitsch is, maar over de top. Maar er zou een nieuw woord voor gevonden moeten worden. Voor iets wat over de top is en op de grens van geloofwaardigheid juist extra geloofwaardig wordt. Ja, ja, zoals dat wat we bij Sinatra hebben gezien, bedoel je? Ja, maar ook bij Reven eigenlijk. Ja. En daarnaast vond ik het ook wel leuk, die Han Gomperts, die ook heel beschaafd is. Ja. En zich ook neerlegt bij elk antwoord, wat de interviewers tegenwoordig niet meer hebben. Ja. Dat ze zich neerleggen bij het antwoord van de gast. En dat, dat vond ik bij bij de literaire ontmoetingen ook. Dat hij, nou wat Wim Brandt natuurlijk ook wel had, dat hij heel geïnteresseerd was. Alleen Gomperts had nog meer afstand. Ja. Af en toe hoor je een klapje. Oh, ja. Maar dat heeft te maken met de verbouwing hier nog. Ja. En misschien denken zij van wanneer rotten jullie nou eens op? Want het theater moet open. Ja, inderdaad, ja. En je zei helemaal aan het begin dat je je meer schaamde voor je Sinatra-collectie dan voor het feit dat je homoseksueel was. Ja. Is dat echt zo? Of is dat een soort van overdrijving? Of hoe, ik ben heel benieuwd naar die uitspraak, merk ik. Nou, het is natuurlijk je... Nou, dat dacht ik wel. In beide gevallen kwam je er haast niet voor uit. En bij Sinatra dacht ik, het kan overgaan eigenlijk, de smaak. Je kan een andere smaak eigenlijk. Ik heb ook geprobeerd om ook van de Beatles te gaan houden eigenlijk. En bij de homoseksualiteit wist ik dat het niet over zou gaan. Dus dat... Dat is het verschil. Dus dat is een gegeven, de homoseksualiteit. En daar hoef je niet voor te schamen. Maar je moet alleen kijken op welk moment je daarmee naar buiten komt. Hoe je het handelt eigenlijk. Ja. En voor Sinatra kon je je wel schamen eigenlijk. Dat iedereen van de Beatles of van de Rolling Stones hield. En dat je het haast niet durfde te zeggen. Ik heb het wel eens tegen jongens op school gezegd. Maar dan werd je meteen in de oude lullenhoek gedrukt eigenlijk. Want de ouders van de schoolkinderen, die hielden van Sinatra eigenlijk. Maar jonge mensen, die hielden helemaal niet van Sinatra. Dus het was wel heel erg. Het is een soort schoolplein gevecht of sortering die er dan ontstaat. Ja, ja, maar ik had ook niet zoveel contact met scholieren ook hoor. Ik had een paar vrienden, Martin Rijns op de middelbare school. En,
En verder was ik toch ook wel introvert, hoewel ik wel in de schoolkrant zat, ook met Ernst Jans samen. Dus gaat nou als een nachtkaars uit. Sorry? Gaat de uitzending nu als een nachtkaars uit? Heb je dat gevoel, ja? Ja, misschien een beetje, of niet? Leven was nog mooier. Ik zit heel erg na te denken. Je zit aan de slot te denken. Nee. Ja, ik zit gewoon na te denken van... Ik had tijdens het gesprek allerlei associaties... en die probeer ik die te herinneren. Wat zou nou een mooi jij weet altijd heel goed de crux te vangen van het gesprek. Waar gaat het nou over vandaag? Nou, het gaat wel over het bevechten van de vrijheid... wat je jonge mensen gunt ook, dat ze zo sterk zijn dat ze hun eigen weg kunnen gaan. En de managers die gun je dat ze tot inzicht komen, dat ze fout bezig zijn. En dat ze niet alleen maar moeten managen, maar ook ruimte moeten geven aan creatieve jonge mensen die niet uit kunnen leggen waar ze mee bezig zijn, maar wel later grote kunstenaars kunnen worden als ze die ruimte krijgen. Ja, dat is mooi samenvat. Dat heb ik al vaak in dit gesprek een beetje gezegd, links en rechts, maar wat ik dus bewonder in hoe jij werkt, is juist dat plezier wat te maken heeft met een soort knutselachtig plezier. Dat je het zelf doet en zelf maakt. En dat je al zoveel decennia daar op allerlei manieren mee bezig bent. En dat plezier heb ik ook geprobeerd om... daar heb ik ook geprobeerd om mijn vragen op te baseren. En dat is ook, denk ik, een beetje hier de rode draad. En ik merk ook bijvoorbeeld bij... als je die dominee Gremdaad doet... dat je... ook op het nieuws, dat je daar vaak bovenop zit. Dat je heel goed doorhebt wat er gebeurt. Een van de momenten van Gremdaad die me heel erg bijstaat van de afgelopen tijd... is dat je heel erg spot on en meteen reageert op die situatie met... hoe heet die ook weer? Die uitgever hier, Muis Spijkers. Ja. En dan heb je echt binnen een dag een hele heldere analyse van dat moment. En ik dacht van, misschien is dat leuk om nog even te kijken. En dan ga ik daarna een vraag over stellen. Is de Volkskrant gek geworden? Kent u die uitdrukking? Is de Volkskrant gek geworden? Vandaag, 17 juni 2022, besteedt de Volkskrant maar liefst 7 pagina's aan geroddel over de uitgever Mai Spijkers. 7 pagina's. Goh, moet je toch kijken. Ik zal het even erbij pakken. Dan kun je het ook zien hier. Hier 2 pagina's in het eerste katern. Heel groot, 2 pagina's. En dan nog in het tweede katern. Bang! Bang voor de baas! Bang voor de baas! Oh, wat zijn we bang voor de baas! En hier ook nog 2 met illustraties. Het gaat maar door. Het is echt ongelofelijk. Het is ongelofelijk, dames en heren. Een aantal weken geleden had de Volkskrant 5 pagina's nodig om zich de kaag kapot te maken. Nou ja, dat is voor een deel gelukt. En nu dus 7 pagina's om Mai Spijkers kapot te maken. De succesvolle uitgever, ja, die zou autoritair zijn. En af en toe schreeuwen en mensen beledigen. Nou, dat lijken mezelf wel leuke eigenschappen voor een sterke persoonlijkheid. En in 3 zinnen kun je dat eigenlijk samenvatten. Mai Spijkers is autoritair, doet dit en dat en het klaar. Maar 7 pagina's, oei, dames en heren. 7 pagina's, veel medewerkers die waren, en misschien zijn ze dat nog steeds wel, bang voor hem. Oh god, dat heb je hem. Oh, wat eng, dat heb je Mai Spijkers. Oh, wat verschrikkelijk. Hij kan zo uitvallen. En sommige mensen die ooit bij hem gewerkt hebben, die moeten er nog vaak aan denken. Oh god, er komt weer boven. Oh god, er komt weer boven. Dat moet, oh god, ja. En moeten misschien soms wel huilen. Het was zo erg, zo seksistisch was het ook. Ja, dames en heren, dat heb je bij sterke persoonlijkheden, dat je er soms bang voor kan worden. En als je voor zo iemand gaat werken, dan weet je dat van tevoren, zou ik zeggen.
En als je het dan toch te erg vindt, nou, dan ga je toch gewoon weg. Ik vind jou eng, maar ik ga naar een andere baan. Het is zijn eigen bedrijf. Het is zijn eigen bedrijf, Prometheus. Het is geen overheidsinstelling. En bevlogen mensen, ja, jullie weten het misschien wel, of misschien ben je zelf al zo een. Bevlogen mensen, die kunnen een bedrijf groot maken en kunnen soms ook uitvallen. Uitvallen naar medewerkers die het in hun ogen niet goed doen. Ja, dat kan gebeuren. Geldt bijvoorbeeld ook voor de belangrijke en invloedrijke museumdirecteur. Dat heb je misschien ook wel gelezen, Ralf Keuning van de Fundatie in Zwolle. He, die moest ook het veld ruimen, omdat hij dan ook te autoritair zou zijn. Maar het geldt dus nu ook voor Mai Spijkers. Die wordt nu ook dus aangevallen. En misschien geldt het ook wel voor die krachtige mensen die onredelijk kunnen zijn, maar wel heel bevlogen. Misschien geldt het ook wel voor Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Mark Rutte, Linde de Mol, Paul de Leeuw, Louis van Gaal en vele anderen. Soms zijn ze lief. Soms zijn ze heel lief. Ah, wat doe je het goed? Maar wat leuk, zeg, wat doe je het goed? En soms worden ze kwaad. Soms zijn ze redelijk. Nou, zullen we er eens een keer over gaan praten? En soms schieten ze uit hun slof sodemiet erop. Soms zijn ze vol begrip. Oh, het ziet er goed uit. En soms zijn ze vals. Nou, je hebt er wel eens beter uitgezien. Fijn dat die sterke persoonlijkheden bestaan, dames en heren. Koester ze. Fijn dat Mai Spijkers zo'n succesvolle uitgeverij heeft opgericht en nog steeds in vuur en vlam staat. En idealistisch, onberekenbaar, geestig en vals is. Misschien vindt hij het zelf wel heel leuk dat de Volkskrant 7 pagina's aan hem wijdt. Dat is wereldwijd nog nooit voorgekomen. Alleen als abonnee van de Volkskrant denk ik bij mezelf, is de Volkskrant het spoorbijster? Zijn ze volkomen gek geworden? Ja, ik vond het echt zo'n goed stukje. Ja, ik weet niet, ik was in één keer benieuwd. Hoe kun je iets vertellen van hoe zoiets... Is dit gewoon letterlijk de kamer erop en je begint te praten? Of nee, ik begin je met een boosheid? Het is uitgeschreven. Oh echt? En dat leer je dan uit je hoofd? Ik lees het op. Ik heb autocue thuis. Oh, ja. Ja, weet ik toch wel niet. Nee, dat vind ik ook leuk, dat die techniek... Dat vind ik techniek, hè? Ja, ja. Dat je gewoon dat je het op kan lezen. Nee, ik zit eerst wel zorgvuldig te schrijven. En dan laat ik een dummy lezen of er geen onzin in staat. En dan... En dan nemen we het op en dan doet Dami de autocue eigenlijk. Oh, ja. En dan zetten we het meteen online. Maar dan denk ik wel van ja, heb ik het wel bij het rechte eind. Omdat het zo'n belangrijke krant is. En dan denk ik van ja, jee, ze zullen toch wel erover nagedacht hebben over die 7 pagina's. Wat ook Trouw heeft ook wel eens gehad. Met Bernd Kossiers eigenlijk toen. Ja, dat was ook een gekke uitgeleide. Ja, dat is ook, ja. Maar dan, ik heb dan wel de twijfel. Maar ik denk van ja, nou, ik ga het er wel gewoon opzetten. Maar ik denk, nou je denkt altijd wel, jij krijgt misschien ook wel weer een straf dan van de Volkskrant op een of andere manier. Maar... En begint het met die echte verbazing, 's ochtends aan de keukentafel? Ja, het begint met die echte... Ja. Van, is de Volkskrant gek geworden? Is dat jouw echte gedachte, 's ochtends? Ja, dat is dan mijn echte gedachte. Ja. Dat ik denk, hij het toch in je hoofd? Want ik ken Mai Spijkers ook. Ja. En die weet dat hij vals is. En dat hij... En hij zal wel onaardig zijn tegen medewerkers en weinig complimenten geven. Maar om dan inderdaad 7 pagina's eraan te wijden. En de angstcultuur. Ik heb het later ook nog. Maar ik dacht van. Ze zoeken in de journalistiek ook steeds naar nieuwe. Langlopende onderwerpen. Hè? Ja. Dus de angstcultuur. Dat is dan nu. Kijk, het MeToo. Dat is dan voorbij. En nu komt er een hele serie over de angstcultuur. Dan had de Telegraaf ook weer angstcultuur bij de Wereld Daardoor. Oh, ik las het, Matthijs. Ja. Maar ik denk, bij de Volkskrant zijn ze daar nu mee bezig, met de angstcultuur op het werk. En dan heb je natuurlijk bij Philips heb je angstcultuur. Je kan heel lang weer doorgaan. Om het ook wat breder te maken. Ja. En Paul de Leeuw is ook geen lievertje op de redactie. Maar het is juist... Ik ben het helemaal met je eens dat dat... hoort bij sterke persoonlijkheden. Dat ze iets kunnen maken of breken. Dat hoort van sommige mensen wil je dat ook. Dat ze dat dragen. Hè? Ja.
Dus dat het basispunt wat je maakt, daar ben ik het 100% mee eens. En daarom vond ik het een hele sterke column. En ik weet nu dat ik dat stuk ook las en diezelfde verbazing had. En ik vond het dan mooi dat je binnen een dag deze reactie plaatst, wat mijn gevoelsreactie op die situatie is. Ja. Dat je dat zo snel eigenlijk verwerkt en theatraliseert. Maar ja, het is ook het voordeel natuurlijk dat je het snel uit kan schrijven. Ja. En meteen op autocue en meteen een uur later online kan brengen. Ja. Ik heb het ook gehad met Eva Jinek, toen Eva Jinek Martijn Koning liet vallen. Omdat ze Thierry Baudet had in de uitzending. En als je kiest voor een cabaretier, dan hoor je als redactie en ook als presentator, hoor je altijd achter de cabaretier te staan. Want de cabaretier, die loopt gevaar, die brengt satire. En die moet je bovendien ook vrij laten. Maar als Thierry Baudet, als een soort act wegloopt, die wist precies wat er ging gebeuren. Ja, tuurlijk, en die wist ook misschien dat het effect heeft als hij wegloopt. Dat zij dan Thierry gaat bellen om excuses te maken. En Martijn eigenlijk, zoals Sander Schimmelpennink in de Volkskrant zei, voor de bus gaat werpen. Dat vind ik schandalig. Dus toen heb ik ook meteen een column gemaakt als Gremda. Terwijl ik Eva Jinek ook verder heel aardig vind. Maar wat is Eva Jinek laf? En ik geloof dat er 100.000 mensen dat al gezien hebben. Oh ja, grappig, ja. Ja. Ik moest aan dominee Gremla denken, omdat ik net vroeg van Thomas van hoe kunnen we dit nou samenvatten? Toen begon je het eigenlijk samen te vatten. En toen deed je eigenlijk een beetje die taal van, zoals misschien dominee Gremla het ook zou doen, maar als Paul Hane. Gewoon zeg maar, jij was hem. Dus ik dacht van, eigenlijk is dit een soort van kerkelijke speech van, ja, van waar we het vandaag over gaat, over creativiteit en al die dingen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel misschien boeiend om hoe zou jouw personage, dominee Gremla, nou deze ontmoeting samenvatten? Wat zou zijn take zijn op deze ontmoeting, zeg maar? Hoe zou hij dat kerkelijk weer vertalen? Ja, nou, ik vertaal het als Gremmert vertaal, zou ik het niet kerkelijk vertalen, maar ik zou wel het hebben over de harmonie in het gesprek en de onderwerpen die naar boven gekomen zijn, denk ik. En dat ook zo fijn is dat de interviewer ook duidelijk met een eigen mening en opvattingen komt. En ook met zijn eigen fragment in de uitzending tevoorschijn komt. Dat het niet een ouderwets interviewer gesprek is, maar een echt mensengesprek. Ja. Dat zou ik zou zeggen, een mensengesprek, kent u dat? Kent u die uitdrukking? Een mensengesprek. En dan nog wat meer zeggen. En dan een fijne voortzetting. Een aangenaam etensmaal. Ja. En ook als afsluiting van de hele serie Zomergeesten. Eigenlijk dat een andere kijk heeft gegeven op dezelfde werkelijkheid. Ja. Ja, dat is inderdaad een mooi gezegd. Want dit is ook hoe ik het echt zie. En we hadden het al eerder over dat. Dat in het ideale geval zijn het 6 voorstellen van hoe je ook het zomergastenformat kan aanvliegen. Maar het zijn ook 6 ontmoetingen. En het is ook elke keer een deeltje van een zelfportret. Dus ik ben niet alleen bezig met mijn interesse in jou als maker. Nee. Maar ik ben ook bezig om daar iets uit te halen waarin ik me herken. En dus dat is een soort van zelfportret element of zo. Of een snippertje van wat weer iets zegt over mij of zo. Als iemand die de hele serie kijkt, die heeft niet alleen die 6 mensen gezien, maar ook weer voor een deel mij gezien of zo. Zo zie ik het zelf een beetje. Ja, omdat je zelf schrijver bent en zelf artistiek en creatief. En jezelf niet weg kan cijferen. Dat is heel goed. Ja, dus ik probeer het ook als een speeltuin te zien. Als een, dat is vandaag een beetje wat in mijn hoofd zit. Dat is het playground waar die Bert en Ernie in kunnen ontstaan en waar je kan een beetje kan knutselen en zoeken en ploeteren totdat je weer iets vindt wat werkt en wat die vrolijkheid geeft, waardoor je het positief en optimistisch en hoopvol kan benaderen, zoals jij vanmorgen eigenlijk tot aan je binnenkomst
die ziekenhuiswereld benadert of die TGV benadert of al die voorbeelden die we vandaag op tafel hebben gelegd. Dat er, ja, daar zit iets grenzeloos optimistisch aan wat ik heel mooi vind. En dus dat is ook mooi dat we daar dan de reeks mee eindigen. Ja, en dan ben je ook tevreden over de reeks en over je pogingen en over je zoektocht. Nou ja, dat is inherent omdat een poging of een open poging is gewoon een open poging. En jij zei net, er was één moment waar ik even schrok. En dat was het moment dat je zei, nu gaat het als een kaarsje uit. En toen dacht ik, dat ik dacht van, ik zit tegenover een televisiecorifee, iemand die enorm veel kilometer teller stand heeft qua televisieervaring. En ik ga die interviewen en ik voelde me even te licht bevonden. Ik dacht van shit, ik heb het niet naar een volledig einde kunnen brengen. Ik heb je gaandeweg... Nee, we sloegen op mezelf. Oh ja. Ja, het sloeg heel duidelijk op mezelf. Ja, ik dacht shit, ik ben nu moe aan het worden met een lange dag is. Oh ja. En even een pauze. En ik dacht van, op een gegeven moment kom je niet meer goed uit je woorden. Dus ik was juist bang. Ik voelde me schuldig naar jou toe. Dat ik dacht van, god, heeft hij de laatste uitzending. En dan zorg ik ervoor dat hij als een nachtkaars uitgaat. Maar daarna is het weer opgebloeid, toch? Ja, zeker. Maar ik vind het gewoon, wat ik altijd weet in dit soort gesprekken, is dat zodra je dat transparant of meta maakt, dat het weer betekenis krijgt. En weer iets wordt in die gesprekslogica. Dus daar zit ik zit erover na te denken, omdat het daar zo... Ja, dat is er zo wezenlijk aan of zo. Ja, ik weet niet. Ja, ja dat is... We zijn allebei toch... vandaag is eigenlijk een... waar ik als jonge maker bij jou als veteraan langskom, zodat we kunnen gaan praten over wat het is om televisie te maken. En ik maak het nu als kunstvorm. Dat is deze televisieavond. Daar ben ik een klassieke, bijna VARA-achtige tv-avond gecreëerd. maar ook op een soort van YouTube, postmoderne manier, waarbij we drie die vraag stellen aan dat van allerlei voorbeelden. Zo zie ik. Ja. Zo vat ik hem in mijn hoofd samen. En dat is een hopelijk voor mensen die kijken een warm pleidooi voor creativiteit en voor het gewoon zelf doen. En je niet laten weerhouden door allerlei mensen die allerlei dingen zeggen. Nee. Van boeking is slecht tot wat dan ook. Laat je niet weerhouden. Nou, je is er toch heel mooi slotzin dan. Ja, een mooie stichtelijke slotzin. Ja, volgens mij, nu voelt het wel alsof we een mooi rond hebben, toch? Of ja, ik weet niet of je er nog iets aan wilt toevoegen, maar... Nee, dat is het gevaar dat je dan... Te lang doorgaat. Ja. Ja, dat is een beetje zoals vroeger bij die er land als een in de lucht. En dan ging er zo'n houten, vaak kartonnen constructie. En die moest dan naar een soort van hellinkje. En die ging helemaal zo... En dan was hier de waterrand. En dan ging je precies... En dan als hij daar stopte, dan had hij... Dan degene die dichtstbij was, die had er gewonnen. Maar je kan er ook overheen kukelen. Ja, en dan heb je verloren. Dus zo voelt het een beetje. Alsof je 3 uur lang, heel langzaam, alle tijd van de wereld hebt. Maar je kunt toch ook 1 minuut te lang doorgaan. Terwijl je, of je nou op 2:59 stopt voor 3:01, dat is ergens arbitrair. Maar dat is een gewijze televisieles. Je moet stoppen voor je hoogste punt. Maar je kan ook al later de aftiteling erin doen. Precies. Dan weet je al dat het afgelopen is. Ja. En dan kan je de stemmen langzamerhand veden, gewoon zo. Dat is een goede kies trick. Je gewoon je eigen slotzin. En dan gewoon dan krijg je nog wat bonus footage. Ja, dat is een goede tip. Nou, er is mij niets anders dan je heel erg te bedanken voor je grenzeloze inzet. En ook alle keren dat ik je werk voorbij heb zien komen. Nou, jij ook bedankt eigenlijk voor het fijne gesprek. Het was zeer aangenaam. Ik vond het ook een heel mooi symbolisch iets om op zo'n klassieke manier de serie voor nu te eindigen met zo'n klassieke televisiemaker en het over televisiemaker te hebben. Dus, dankjewel. Yes.